mocht je online zijn, laat me even weten. Dat is voor mij natuurlijk net ook fijn als je denk, net even reageert. Want net, ik wil natuurlijk even weten hoe de kwaliteit van de uitzending is. Dus ik sta nu denk ik op de gang. Dus mocht je nog even de gelegenheid vinden om mij te appen. Met een duimpje of zo, hè? Dat het oké is. Ja. Goedemiddag Jan. Ik had je niet binnen zien komen. Nee, ik heb je ook niet gezien. Nee, hoe kan dat nou? Ja, dat is wel heel uniek, hè? Ja, nee, ik dacht dat je gewoon via de achterdeur was binnen. Maar je moest nu eerst je regenpak uittrekken. Nee, ik ben lekker gebracht aan de supermarkt. Oh man, wat een luxe. Hey. Ja. Die conditie wel goed in de gaten houden. Ja, nee. Hè. Goed, nou, dat is hem. Ik zal nog even te checken of goedemiddag, fijn dat jullie net er allemaal zijn. Of allemaal, nou ja, goed, dat is duidelijk. Net, we hebben hier wat lege plekken. Dat hebben we, ik vermoed, een beetje ook aan het weer te danken. Want de online mogelijkheid biedt ook mogelijkheden om gewoon lekker thuis uiteindelijk net. Lekker warm bij de verwarming uiteindelijk. Deze, ja, hier is het ook warm. Dus daar zal het niet aan liggen. En ze hebben uiteindelijk, ik ga ze natuurlijk toch een beetje teasen, zou je kunnen roepen. Ze hebben hier zometeen speciale paaskoekjes gebakken. Dus ja, nou, het kan wel zijn dat je daar verheugt. Dat je denkt, nou ja, die les over Mies van der Rohe, maar die paaskoekjes. Dat, yes, dat is uiteindelijk datgene waar ik hoort dat voorkomt, dat zou kunnen. Maar hoe dan ook, uiteindelijk fijn dat jullie in ieder geval hier zijn. En dat betekent dat is eigenlijk een beetje inherent aan deze bijeenkomsten. Dat we natuurlijk net ook we keren ook af en toe een beetje terug. Want ik heb nu al net een verhaal mogen vertellen over Mies van der Rohe. En dat komt natuurlijk vandaag nog een keer weer aan bod. En ja, stel dat je volgend jaar weer deelnemer wilt zijn. Dan kan ik je nu alvast beloven, tenzij je roept, nou, dat is nog net niet de goede belofte die je doet, maar dan komt hij nog een keer weer voorbij. Dan komt Mies van der Rohe nog. Dat geldt voor al die architecten, die hebben de 20e eeuw heel erg bepalend. Uiteindelijk hebben heel erg naar de 20e eeuw bepaald met hun architectuur. Dat geldt voor Le Corbusier, dat geldt voor Mies van der Rohe. Zo zou je nog wel een aantal andere mensen kunnen noemen die uiteindelijk net die hele periode hebben bepaald met hun architectuur. Nou, wij gaan vandaag net kijken naar Mies. Ja, dat is ook altijd een beetje. Ik zit ook altijd nog even te twijfelen. Denk, ja, heb ik nou goed geschreven? Of heb ik dat nou toch een foutje gemaakt? We gaan natuurlijk net kijken naar Ludwig Mies van der Rohe. En in eerste instantie even daar nog weer wat duidelijkheden over. Uiteindelijk in die periode waar wij het over hebben, het begin van de jaren 20. Ja, zijn er uiteindelijk wel meer kunstenaars die uiteindelijk zichzelf een andere naam aanmeten. Ja, we hebben na de vorige keer zelfs notabene Le Corbusier, Charles-Édouard Jeanneret. En hier uiteindelijk geldt het net Ludwig Mies. En dan wordt het uiteindelijk Ludwig Mies van der Rohe. Dus we kijken naar uiteindelijk dat een nogal indrukwekkende toevoeging. Maar daar hebben we het al een keer over gehad, Jan. Uiteindelijk dat konden we ons toen ook al voorstellen dat hij uiteindelijk dat hij die naam wilde aanpassen. Want we spreken over een man natuurlijk aan de tussentijd die in Berlijn werkzaam is. En daar in Berlijn uiteindelijk de hoofdrol heeft, nadat hij een goede kring uiteindelijk een beetje vaste voet onder de grond krijgt. En dan klinkt dat eigenlijk best wel goed, hè? Als je dan niet uiteindelijk de hand hoeft te schudden en hoeft te zeggen, ik ben Ludwig Mies. En ik hoop dat ik het ook meteen goed, zo goed uitspreek, dat je merkt dat aan dat woord Mies zit bij ons uiteindelijk altijd nog wel, en ook in Duitsland voor allerlei een wat pijnlijke connotatie, hè? Dan komt natuurlijk een beetje gekke samenstelling van de naam. Want het hoort in Duitsland eigenlijk dat von te zijn. En het is van, der Rohe. Dat is iets wat hij toevoegt. Rohe is zijn moedersnaam. Mies is zijn vadersnaam. Dus hij verbindt dan die twee namen met elkaar door daartussen te brengen van der. Er zijn mensen die roepen, ja, dat heeft alles te maken met het feit dat hij toch wel voelde. Dat als je von der het gaat noemen, dan hoor je tot het Duitse adel. Ja, dat kon hij natuurlijk niet waarmaken. Dus hij koos voor van der. Maar er zit nog wel een ander aspect aan. Ja, en dat is minder door ons nu meer te begrijpen aspect. En dus van is Nederlands. En dat klinkt een beetje gek dat er net een Duitse architect net zich met een aan Nederland net genoemde of gelieerde naam zou willen presenteren. Maar hij komt uit Aken. En dat is ook goed om daar even bij stil te staan. Aken ligt natuurlijk net zo min of meer op de rand. En zeker in Aken keek men voor de Eerste Wereldoorlog met nieuwsgierigheid naar Nederland. Hè. Wat betreft ook zeker de architectuur waren voorbeelden.
Ik noem bijvoorbeeld een berlaag. En nu denken wij niet meer zo in termen van berlaag als een internationaal bekende architect. Maar in de tijd waar ik het net over had, hè, voor de Eerste Wereldoorlog zeker, is Berlage absoluut uitdenken herkend, ook in het buitenland, als belangrijk. Hè, zelfs net Berlage, ooit nog eens gedacht als de directeur van uitdenken de architectuuropleiding in Düsseldorf. Dus dat wil iets zeggen over de internationale uitdenken uitstraling van Berlage. En dat is eigenlijk nou omgekeerd niet zo gek dat net een architect als Ludwig Mies uitdenken goede sier maakt met de suggestie dat hij ook van Nederlandse origine zou zijn. En wij weten ook, Jan, dat het... Ja, TZT best nog wel van pas gaat komen. Dat hij uiteindelijk dat Ludwig Mies van der Rohe heette. Maar goed, dat is een heel verhaal. Ik ben al bijna 10 minuten kwijt aan hè, de naam, zou je kunnen roepen. We hebben nog helemaal niet gehad over architectuur. Maar ik wilde eigenlijk daarbij wel denk ik, een beetje aangeven. Dat is naar begin jaren 20, hè. Ja, dat het dus niet uniek is. Dat hij dat doet, ik denk deed Le Corbusier ook. Ik denk bijvoorbeeld een Theo van Doesburg. Die meet zich ook allerlei aliasen aan. Eén daarvan is Ika Bonset bijvoorbeeld, denk ik net, hè, om daarmee denk ik, ook naar buiten te kunnen treden in een wat andere hoedanigheid. Nou, bij denk ik, dat van der Rohe is er niet sprake van denk ik, allerlei talent. Hij is geen schilder, hij is geen beeldhouwer, hij is geen muzikus, geen schrijver. Denk ik, hij blijft gewoon een architect. Maar deze denk ik, dat verandering van naam die heeft alles daarmee te maken. Hè. Net in Berlijn toch proberen denk ik, een beetje een cliëntele te bereiken. Die wel gecharmeerd zou kunnen zijn van denk, een Van der in plaats van gewoon denk dat Ludwig Mies. Maar goed, dat is even uit, denk dat is even terzijde. We ontmoeten de man overigens op een latere leeftijd. Hè. Dan moet ik je ook wel denken, dat is het nadeel van nu dat zo'n eerste kennismaking of net zo'n plaatje wat altijd beklijft. Ik denk dat is net een al in Amerika werkzame architect. En waarom uitdenk dat ja, Amerika. Nou, heeft nu alles te maken met het omgekeerd, dat Duitsland waar hij uit voortkomt. Dat kent uitdenken jaren 30 natuurlijk een hele andere uitdenken mentaliteit, een heel andere uitdenken politieke overtuiging. En dat wordt uitdenken dat TZT een goede reden om Duitsland te verlaten. Ook voor uitdenken dat Ludwig Mies van der Rohe. Hoewel, en daar zit altijd wel een beetje een mare aan, er wel uitdenken dat nog lange tijd een hoop is geweest dat hij uitdenken dat hij groot Duits architect zou zijn. Je hoort alleen al in die titelgeving van groot Duits architect. Hij heeft er gewoon uitdenken dat de architect te worden voor uitdenken dat Adolf Hitler. Dus uitdenken, het is wel uitdenken speer geworden. Maar Van der Rohe dacht wel uitdenken al lange tijd dat hij uitdenken dat het regime zou kunnen bedienen met zijn architectuur. Je weet in de tussentijd dat zeker door een bezoekje van Hitler aan Rome dat daar denk ik, de zaak wel een beetje uiteindelijk veranderde. Ik bedoel, mee, denk ik, daar maakte hij kennis met klassicisme. En toen werd uiteindelijk al heel snel natuurlijk, de wind in Duitsland een hele andere dan waar uiteindelijk, Van der Rohe uiteindelijk, voor stond. Dat is allemaal uiteindelijk nog. Dat gaat vandaag niet eens aan bod komen. Ik denk, zover rijk deze middag helemaal niet. Dus, maar ik heb het bij deze genoemd: 37. Dan emigreert hij naar Amerika en dan later wordt hij de architect onder andere van dit gebouw in Chicago. Misschien herken je het gebouw, hè? Dat zou kunnen. Dat je denkt, verdorie, het lijkt een beetje op de Neue Nationalgalerie in Berlijn. Daar heeft het wel iets van weg. Hè? Dit is de Crown Hall en die hoort bij het ITT, het IIT, ik vergis me altijd, denk ik, maar dit is in ieder geval een voorbode van zijn architectuur. Nee, dit is ook een mooie opmaat voor te noemen het materiaal. Ik heb de vorige keer al eerder geroepen dat Le Corbusier is beton en Ludwig Mies van der Rohe is dan staal en glas. Maar dan moet je mee oppassen om dat zo resoluut te zetten. Want natuurlijk heeft Van der Rohe wel eens met beton en natuurlijk heeft zeker Le Corbusier ook met staal gebouwd. Maar overal, als je dan zegt de mainstream van de architectuur van der Rohe, dat is eigenlijk toch een staal skeletbouw. Nou, met dat fenomeen wordt hij inderdaad een belangrijke poot onder de moderne architectuur. Wat gaan we doen? We gaan natuurlijk eerst even gewoon terugkijken naar wat hij allemaal gebouwd heeft. En dat is daarom, ik denk ook altijd leuk om bij Van der Rohe te doen, omdat je nog een lange tijd een beetje, hoe zeg je dat? Nog een beetje teleurgesteld eigenlijk. Want als we dit soort huizen zien van hem, dan voldoet dat niet aan de verwachting. Ja, we denken wel allerlei ideeën over hem in de tussentijd. Een architect die met dit huis oogst zijn eerste bouwt. Hè. Dus als hij 1906 in de buurt van Berlijn-Potsdam deze woning bouwt, dan maakt hij zijn entree op het terrein van de architectuur.
Maar goed, je zou het kunnen definiëren als een cottage. De andere kant van het verhaal is heel duidelijk een andere toon aan het zetten. En dat is die van een monumentaliteit. En misschien herken je hier wel iets van een tempelfassade. Het is niet een letterlijk overnemen van die vorm. Laat ik het beter formuleren. Dit is monumentaal en dit is wat kleurrijker. Ja, dat huis kent dus, en dat voor alle duidelijkheid moet even, want ja, waarschijnlijk ken je het niet, het Real House. Dit is dus, deze kant is hier om de hoek gelegen. Vertelt wel, ja, ik weet niet, Potsdam heeft een prachtige, is een locatie om je vingers bij af te likken. Daar liggen een heleboel meren, dat maakt Potsdam al bijzonder. En het hoogteverschil. En je merkt, deze woning profiteert helemaal van dat hoogteverschil. Dus het uitzicht is hier ook van groot belang. Maar dit is 1906. En dit is 1917. En er verandert eigenlijk niet zo heel veel. Ja, dat pittoreske, dat cottage-idee, dat maakt wat plaats voor overal monumentaliteit. Blijft wel bijzonder dat Van der Rohe 1917, nog een stapje verder. En we komen ineens moderniteit tegen. En eigenlijk is de schok die dit teweeg brengt. Hè. Ik hoop dat hij ik zie u nog niet van de stoel vallen, maar dat zou eigenlijk even moeten, want het is nogal een wereld van verschil. Hè. Een architect die dit bouwt en dan in 1921, dit bouwt. Merk ik bij het terugkijken bij deze lessen, dat ik voortdurend aan het bepleiten ben, ook de jaartallen. Dat je denkt, wauw, ik ben er maar de hele tijd mee bezig. Gewoon, kijk nog toch, hè, dat is eigenlijk mijn aanroep, kijk nou toch, want het is 1921. En waarom het zo heel veel klem dat benadrukt, hè? Ja, dat heeft te maken met de onvoorstelbare moderniteit van dat moment. En in de tussentijd volgens mij een hele bekende verschijning, want zo'n glazen wolkenkrabber, hè? Ja, die is nu dat het beeld van de architectuur heel gemakkelijk ook aan het bepalen. Ja, dat is hetgeen. Maar toen, hè, 1921, ja, moet je bedenken, dat staat in Europa sowieso niet zo'n hoog gebouw als dit. Hè. In Amerika zijn wel wolkenkrabbers gebouwd, maar zo'n hoog gebouw als Van der Rohe hier voorstelt, dat bestaat er niet. En daarnaast is het ook nog indrukwekkend helemaal van glas gedacht. Dus die twee dingen die maken de hoogte, maar vooral, dit is Friedrichstraße. Ik let ook even op de manier van presenteren. Dat hoe hij dat doet. Ook daar kijken, dat is ook een beetje. Ook daar kijken we niet meer van op. Dat een architect dat zo doet, maar hij doet het in de vorm van een collage. Hij doet het in de vorm van een fotomontage met de tekening. Kijk, dit is zijn tekening, maar dit is eigenlijk gewoon een foto ter plekke. Dus als je in Berlijn bent. De Friedrichstraße, die ken je waarschijnlijk wel. Unter den Linden. En dan eigenlijk niet die ene kant inlopen met het Lafayette en al die andere aantrekkelijkheden. Maar de andere kant uitlopen, daar heb je het station, het Friedrichstraße. En eigenlijk in de onmiddellijke nabijheid van dat station was deze wolk 144 deelnemers aan een wedstrijd. Van der Rohe maakt van al die inzendingen dat het meest indrukwekkende bouwwerk. En dan komt die naam van hem te pas. Want deze wordt niet, wordt nu ook in Berlijn getoond. Maar kort daarop is er in Parijs een tentoonstelling van, ik hoop dat je dat nog kunt herinneren, van de Nederlandse stijlbeweging. In een galerie in Parijs, we spreken in 1923, presenteert Van der Rohe tussen de Nederlanders van de stijlbeweging, presenteert hij deze tekening. En wat is daar zo bijzonder aan? Dat als je niet oppaste, dat affiche las zich makkelijk als natuurlijk net van Doesburg. Van Eesteren, je hoort het wel, van Doesburg, van Eesteren, Van der Rohe. Past dat perfect in dat rijtje als zijnde een Nederlandse architect. Dus daarmee ook vertellend eigenlijk dat Van der Rohe in die periode heel duidelijk contact heeft met de avant-garde. En dat hij uitgenodigd is door Van Doesburg om in Parijs dit te laten zien. Nou, een tentoonstelling die indruk maakt op de jonge Van der Rohe maakt zijn eigen ontwerp ook indruk. Kun je ook wel voorstellen dat je denkt, ik ga het nog een keer doen. Ik ga het nog een keer doen. En dan is deze misschien nog wel opmerkelijker. Dat is ook weer een collage, hè. Het is een maquette, maar hij plaatst het heel mooi in zijn context, om eens een keer de hoogte van het gebouw. Ook weer 1921, hè? Ik bedoel, in Nederland wordt alleen nog maar gebouwd met baksteen. Beton bouwen,
Dat is nog, denk ik, net een verre toekomstdroom, zou je kunnen roepen. En dan bouwt... Nee, niet bouwen, maar dan ontwerp van de Rode deze toer. En ja, ik kan je niet de plattegrond nu nog laten zien. Maar neem mij aan, die is freestyle. Dan kun je zo, denk ik, net een organisch lijntje omheen trekken. En dan heb je, denk ik, zeg maar, de plattegrond van deze toer. Maar helemaal weer van glas en helemaal weer van staal. Ik vraag, was dit uitvoerbaar? Nee, was niet uitvoerbaar. Nee, maar ja... Ik denk dat de droom komt voor mij, Hans, voor ik denk dat de uitvoering. Dus ik denk, dit is... leuk is het te weten dat hij het later, eigenlijk bouwt. Maar dan pas, na 1945 in, naar Amerika, Chicago bijvoorbeeld, de Seagram Building in New York is ook zo'n mooi voorbeeld van het concreet worden van deze. Ja, ik hoop eigenlijk dat daardoor nog eens een keer, nog meer indrukwekkend uitgaat van deze collage. Ik denk, wauw. Dat iemand dat al droomt over een gebouw dat technisch op dat moment nog niet eens haalbaar is. Nou, meer haalbaar zou dit zijn geweest. Meer haalbaar. En ik heb dat maar eens bedacht met een groot vraagteken, want onduidelijk. Onduidelijk waar, maar B sowieso onduidelijk het jaartal. Men roept 1923. Kijk, wat we nu aan het doen zijn, is eigenlijk het geheime uiveren van de Roo. Want dat mocht net nog de schok komen van een klassicistische villa in de buurt van Potsdam. Dat klassicisme blijft hem bepalen. Dus dit zijn deze maquette bijvoorbeeld, ik haal even de vraagteken weer weg. Deze maquette is dus het werk van avonturen. Het werk tussendoor. Hij bouwt niet, zeker niet. Er is geen enkele klant die roept dat wil ik. Maar in 1923 is er dus bij Van der Rohe al een soort droom aan het ontstaan over dat nieuwe architectuur. En misschien kan die droom het beste worden geïllustreerd door even toch weer die vergelijking te maken. In deze cursus is het met regelmaat dat Rietveld wordt aangehaald met een gedachte dat hij de belichaming zou zijn van het moderne. Nou, dat klopt nu niet, hè, want je kijkt naar Nederlandse architectuur, je kunt een heleboel namen noemen. Die de Nederlandse moderne bouwkunsten hebben bepaald. Maar toch, hè? Als je kijkt naar de balk van de tijd. En dan dit huis, 1925. En dan bedenkt Ludwig Mies van der Rohe in 1923 al dit huis. En dan zegt Marussen, is hij daar dus ongelooflijk voortvarend. En ook wel een enorme sprong aan het maken. Terwijl dat anderen daartegen nog heel duidelijk huizen bouwen die uitzien als blokkendozen. Hoe kan Van der Rohe nou ineens modern worden? Ik bedoel, het is wel een maquette en hij heeft geen opdrachtgever. Hij bedenkt het zichzelf. Maar dan nog, zonder opdrachtgever en zelf bedenken, maakt het toch indruk. Kijk, dit huis bijvoorbeeld, maakt niet eens dezelfde indruk. Het is nog meer een doos dan de spectaculaire organisatie van de woning van Van der Rohe. Want dat heb je misschien wel gezien. Een keer nog even terug. Hè? Je ziet het wel een beetje. De plattegrond wordt bepaald door L-vormigheid. Dus als je het van boven kijkt, dan is dit natuurlijk net een L en dat is een L. Met nu gaat daarbij komen, daar hebben we het al eerder over gehad, geloof ik. Dat zo'n L-vorm ruimte opneemt. En buiten denk ik aan bijvoorbeeld het Bauhausgebouw in Dessau. Dat gebeurde eigenlijk net hetzelfde, maar dit is wel 3 jaar eerder. En nogmaals, naar wie hierachter zit, ik bedoel, of die een concrete opdrachtgever, of nou in januari of in december, dat blijft volledig omkleed met dat ene grote vraagteken. Maar hoe dan ook, hè? Wat er allemaal aan ontbreekt aan feitelijkheden, doet niks af aan de concreetheid van deze villa. Hij is natuurlijk net geïnspireerd. Hè? Maar dat had je voor jezelf al een beetje benoemd. Dat als Rietveld later en Van der Rohe eerder. En je weet ook wel hoe dat zit, toch? Hè? Dat Van der Rohe geïnspireerd kon raken door Frank Lloyd Wright. Terwijl hij nog niet Amerika was geweest. Hoe kon dat eigenlijk? Hoe kon Frank Lloyd Wright... Kijk, het is niet een tijd van... Het is geen mobieltje waar je even wat kunt opzoeken of een internet wat je kunt uitdenken. Hoe kon dat? Hoe kon het Frank Lloyd Wright zo binnendringen in de Europese architectuur? Want dat kunnen we bij alle denken. Ik bedoel, Rietveld zijn huis is dan wel niet een letterlijke spiegel van deze bouw. Maar we weten wel dat Gerrit net als Ludwig
onder de indruk waren van het denken van deze Frank Lloyd Wright. Hoe kon dat? Dat heeft alles te maken met het denken met deze map. Deze map. Ja, dat klinkt dan een beetje, als je dan al je zo kijkt, denk je, dan zit dan in die map al het geheim. Hè? Ja, dat is wel zo. Dus mocht je nog eens een keer dat ding tegenkomen. Hè? Ja, mocht je hem nog een keer tegenkomen. Hè? Ja, je weet maar nooit. Net iemand die het denkt op de zolder, het denkt dat het gedacht heeft, nou ja, ik ga maar eens even naar de rommelmarkt met het een en ander. Als hij daartussen zit, nou, dan moet je echt naar meteen toeslaan. Want dit is echt niet eens collector's item. Dit is een kunstwerk eigenlijk. De tekeningen van Wright die hierin zitten, de tekeningen van Wright, die zijn inspirerend voor het denk van de Roo. En nu herken je wel dat het denk, wat deed het denk Frank Lloyd Wright? Ja, die begreep al het denk de buitenruimte als het denk een onderdeel van de binnenruimte. Dat bekende adagium, het verbinden van die twee. Ja, dat speelt bij Frank Lloyd Wright gebeurt dat met het dak overstek. Dat heb je net gezien, een keer nog even terug, dat het mooie beeld. Hè? Ik denk, de plattegrond is niet zo dynamisch als die van der Rohe. Al ik denk, roepen we wel, als je dit huis kent. Hè? Wanneer was het gebouwd eigenlijk ook alweer? Wanneer was het gebouwd ook alweer? Ja, want dan passeren zo dingen dat je denkt van ja, hè? Wanneer was het gebouwd? Oei, oei, oei. Het paasrapport gaat aankomen. Nee, en dat is ook, en dat blijft ook. Hè. Het is 1909. Ja, en dat is ook de reden waarom ik nu denk wat accent op leg. En dat is vanwege, ja, dat is gewoon ontzettend vroeg eigenlijk. Hè. Als je dat denk, plaatst in de tijd. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel collega's die al denk, zich bevrijd hebben. Dan hebben we het over de Art Nouveau. Maar in dat kader van die Art Nouveau is dit nog wel weer denk, een stapje verder. Je merkt, het gaat hier niet om het ornament, maar het gaat hier om waarachtig waar laten worden dat het denk, binnen en buiten. Hè. Zo'n plek als deze, die is indrukwekkend. Ook natuurlijk door het gebruik van staal. Want je kunt je voorstellen dat bij die luifel dat toch wel enig middel nodig is om het zo ver te laten uitsteken. Maar er komen dus allerlei twilight momenten. Hè. Denk waar je bij denkt, nou, ben ik nou binnen of ben ik nou buiten? En de plattegrond net is toch, ik moet dat even noemen, hè. Is toch, als je het zou willen beschrijven, het denken bestaat ze bij twee rechthoeken die iets van elkaar zijn verschoven. Dus er zit al een zekere dynamiek in. Maar goed, de dynamiek die het denken van de Rohe daarentegen hier presenteert, die is echt uniek en nieuw. Dat is het denken een bijzonder moment. Dat die letterlijk alle toeters en bellen, ornamenten zijn er niet. Het denk, zeg maar rustig, het denk, het spannende van woning bestaat nu bij het abstracte feit van de volume en de ruimtelijkheden in het huis. Als ik zou zeggen, denk ik, gezegd zou hebben, dit is een ontwerp voor een woning uit de jaren 50, uit de jaren 60. Als er nu nog een of andere aannemer denk, zou komen die zou dit bouwen, dan zouden we niet die man denk, willen betichten van denk, zeg maar, ouderwets. Of denk, dat is nog steeds geldig. Dus denk, in die tijd, als deze maquette wordt denk, gemaakt, begint er een verhaal wat tot de dag van vandaag door ons denk, wordt ervaren als denk, nog heel, denk, heel up-to-date, hè? Echt nog net bij de tijd. We zullen niet meer het denk aanwijzen dat het avant-garde is, maar we zullen nog steeds het willen aanvaarden als gewoon een woning van dit moment. Dus dat maakt het denk dat zeg maar, ja, dat maakt van der Rohe in ieder geval spannend. Dan kun je je ook voorstellen dat er natuurlijk mensen zijn geweest die dachten, nou, ik ga me toch eens denk, bezondigen aan het meer overtuigend beeld laten worden van die maquette. Dus deze denk dat een beetje virtuele reconstructie moet een indruk geven. Ik denk de eerste indruk is de omvang. Dat is een groot huis. Hè? Dus je merkt daar zit een zekere welvarendheid achter. Als je dit zou willen hebben, dan moet je je middelen hebben. Dit is een beetje denk ik, zeg maar schematisch denk ik, de plattegrond. Er is nu ook dan een indeling. Die eigenlijk, ja, ik denk dat het zichtbaar wordt. Denk ik, die dan opvalt door denk ik, het in elkaar overloop. Als je nu denk, je de binnenruimte kunt voorstellen. Als je nu denk, kunt zien, denk, we zitten. Denk, kijk, dit soort bochtjes. Een beetje sluisjes steeds. Hè? Dus een muur denk, die doorloopt. Denk, het zijn Hans allemaal. Die vind je allemaal op het internet. Allemaal. Dus dat denk, net. Nee, denk, de hoek waaronder we kijken is dus steeds door die rode driehoek aangegeven. Hè? Kijken we een beetje denk, in de richting van het huis. En dan, ja, eigenlijk is dat sluisachtige element is. Nou, zeg maar, ik denk de kwaliteit van niet alleen deze woning. Kun je nog herinneren bij Frank Lloyd Wright hoe dat ging? Hoe je uiteindelijk, zeg maar, daarboven in dat Robey House, uiteindelijk gewoon van de ene kant helemaal door kon kijken naar de andere kant. Geen deur die in de weg stond. En dat bedoel ik mee in twee opzichten. Natuurlijk naar praktisch.
Bij Frank Lloyd Wright hoefde je geen deuren open te doen. En bij Van der Rohe daartegen, idem dito. En natuurlijk de visuele aantrekkelijkheid. Is dat je zo'n hele woning uiteindelijk wel spannend, niet in één keer. Maar als je dan hier of daar staat, kijk je ook alweer naar de volgende plek waar je naartoe zou kunnen. Dus dat uiteindelijk in elkaar overlopen, dat stromen, uiteindelijk dat... dit is de kopse kant, dat ze denken dat deze zijde. Nou, dan komen we bij het Baksteen Landhuis. Beetje schok, hè? Want ik denk, hij was de man van staal, daar zijn we net mee begonnen. En nou ineens naar terug in de carrière gaat hij met baksteen bouwen. Maar Jan, dat is natuurlijk ook niet zo'n... Kijk, baksteen is op dat moment nog de reguliere... Het is het materiaal van het moment. Dus als hij een ontwerp maakt in ontwerpen... Ook hier, zoek het niet op. Vind het ook nergens, want het is niet gebouwd. Maar het is een voorstel. Alleen, misschien in die zin, misschien ook inderdaad meer in tune met de tijd. Misschien ook wel door de plattegrond opmerkelijker naar bepaald door. Sommigen willen hier, en dat kost ook niet zo heel veel moeite, willen hier wel iets van Mondriaan en van Doesburg in herkennen. Ja, dan wordt het net geroepen die tentoonstelling waar Van der Rohe in Parijs aan deelnam, waar zij ook uiteindelijk presenteerden. Ja, die lijkt dan zijn sporen te hebben achtergelaten. Het is wel lastig om dat zo makkelijk te transporteren. Dit is een plattegrond van een woning. En waar ik het net over had, de andere twee waren natuurlijk wel beeldende kunstenaars die uiteindelijk in deze gedaante ook componeerden. Maar hoe dan ook, als ik het zo laat zien, dan zou je ook niet meer makkelijker naar willen noemen, dit is een plattegrond van een woning. Dan zou je al sneller genegen zijn om het dan gewoon te zien als een compositie. Dus dan wordt die functionaliteitsgedachte van hier de badkamer en daar de eetkamer. Die gedachte wordt hier een beetje weggewezen. Het gaat vooral om de ruimtelijke ervaring. Heb je dat schilderij van Doesburg. Dus al met al wel mooi om daar even bij stil te staan. En dat er een gelijkgestemde geest in de beeldende kunst en in de architectuur heerst. En dat een vormgeving die dit schilderij bepaalt... Ja, dat je die ook kunt aanwijzen bij dat Van der Rohe als de bron voor zijn plattegrond. Maar daar moet je ook je moet natuurlijk naar niks, maar daar moet je ook bij stilstaan. Hè? Dat het gros, ik zou zeggen, 99% van de woningen, dat zijn er gewoon dozen. Met hier een gang en dan weet je hoe laat het is. Dan loop je door en dan kom je in de keuken helemaal aan het einde, vaak uitgebouwd. Links dan een voor- en achterkamer. En dan dat 19e eeuwse verhaal. Dat is nog steeds het merendeel van alle huizen aan het bepalen. Kijk, dit doet ons nu wij kijken met een blik, we kunnen ons daar zelfs een ruimtelijkheid bij voorstellen. We hebben een idee van hoe dat zou kunnen zijn. Ik denk toen maar, kijk eens naar deze plattegronden van Van der Rohe, helemaal verbouwereerd waren over überhaupt de mogelijkheid dat dit een huis zou kunnen zijn. Of dat het een woning zou kunnen worden. Maar goed, hoe dan ook. Kijk, dit is de beter leesbare... dimensionalisering van die plattegrond. Hè? En het is wel, het is net een avontuurlijk huis. Hè? Ik bedoel, ondanks de strakke gedaante, geen ornament. Maar het ornamentaal zit misschien wel in die plattegrond. Ja, niet alles is helemaal te begrijpen vanuit de functionaliteit louter. Maar meer te duiden in termen van promenade architecturale hebben we bij Le Corbusier genoemd. Hier zijn geen hellingbanen. Hè? Maar je merkt dat idee van zo'n promenade daarentegen, dat is een letterlijk onderdeel van nu de organisatie. Allemaal hoekjes, allemaal plekken, allemaal plaatsen waar iets zou kunnen gebeuren. Nog een keer weer verder uitgevoerd. Wat hier rood is, dat is een beetje het accent, dat zou dus baksteen moeten worden, dat was het plan. En ook mooi, denk ik, is als je dan toch naar die elementen kijkt, dat hij zijn geestverwantschap met Rietveld toch toont, toch? Gerritsen huis is eigenlijk een doosje. Ik wil daar niet naar het laatdunkend over doen, maar met wat aangeplakte dingen, hè? Toch? Er zit zo'n balkonschijfje zit eraan. En dat er springt wel iets naar voren bij Gerrit, maar in de kern daarentegen zie je daar gewoon een doos met wat complicatie. En dit is geen doos meer. Hè? Niet in die zin. Dat je makkelijk dit is een complexiteit. En je merkt ook dat hij de complexiteit alleen maar groter maakt door de delen allemaal te laten doorsteken. En dat is iets wat we bij Rietveld bijna als een esthetisch principe kunnen aanwijzen. Dat of je nou over zijn huis hebt of over zijn stoel hebt, bij Rietveld steken ook alle delen steken door. Waarom? Waarom? Het hoeft niet. Je zou bijna zeggen wat een onzin, toch?
zaagje pakken, wegzagen of uiteindelijk even toch... Kijk, want dat is allemaal materiaal. Waarom laat hij het allemaal doorsteken? Wat is dat de meerwaarde ten opzichte van dit gebouw? Wat is de meerwaarde? Dat de delen zich onafhankelijk tonen. Dat je kunt zien hoe het in elkaar zit. Dat je de onderdelen waar het uit bestaat... Kijk, daarom laat Rietveld die balkjes van zijn stoel ook iets doorlopen. Want als dat allemaal op diezelfde... Ja, ik wijs op mijn knie, maar dat heeft helemaal geen zin. Je zult denken, waar gaan we dan nou naartoe? Maar daar komen op die plek, en dan heb ik het over de zitting van die stoel... Dan komen die balkjes komen allemaal bij elkaar, maar ze lopen allemaal door. En daarmee toont ze zich als onafhankelijk. Het gaat niet om het verband, het wordt net zo geheimzinnig met pen en gat verbonden als... Maar het gaat dus niet om dat inzicht geven in de constructie, in de letterlijke constructie... Maar het wel maken tot het is bijna zo, wordt het wel eens benoemd, hè? Als een ontmoeting van een aantal lijnen in de ruimte die op die plek even concreet worden. Zou je ook kunnen gebruiken als een omschrijving voor de architectuur van Rietveld. Dus al die delen die oversteken, alle elementen zijn natuurlijk in diensten van het contrast. Hè? Horizontaal, verticaal, vlak en volume ten opzichte van lijn zijn hier bepalend. Maar je zou bijna roepen, dat nou eens niet gebouwd is geworden. Hè? Want dit lijkt een fantastisch voorstel voor een woning. Te meer omdat er zijn van die mooie momenten, hè? Met dank aan Frank Lloyd Wright. Ik wijs mij over zo'n plek als deze. Hè? Dat balkon heel erg uitsteekt, levert nu net hier beneden een ruimte op die juist dat grijs is tussen binnen en buiten. Nou, dat zijn allemaal, dat zijn allemaal achterhebje. Ja, speelt ook. Ja, de horizontaliteit wordt benadrukt. Bijkomstigheid zou je kunnen zeggen, die aantrekkelijk is nu naar de horizontaliteit. Nee, zeker. Nou, daar heb je die stoel. Ik wist niet eens dat hij er in zat, maar dit is die plek, hè? Dit is die plek waar ik het over had. Dus dat is zo ziet dat huis eruit. Nou ja, goed, en naar die muren van de tuin, muren die de ruimte definiëren. Die zijn wel een onderdeel van dat horizontaal benadrukkende. Maar goed, hoe dan ook. Dit is dan 1926. Ja, en daar kunnen we ons niks bij voorstellen. Of, ja, misschien ook wel. Hè, dat je denkt van in de avonduren dit. En overdag dit. Want dat is tot 26 zeker nog de praktijk. Dat hij gewoon deze woningen net blijft bouwen. Maar dat heeft alles te maken met de cliëntelen. Die zijn nog helemaal niet, van dit. Hij kan wel dromen over een nieuwe architectuur. Maar ter plekke daartegen, de opdrachtgever dromen van deze architectuur. En daar weet hij op een hele bijzondere wijze aan te voldoen. Hij bouwt dat gewoon, hij kent dat ook. Hij heeft dat idioom al een hele tijd in de vingers. Dus dat laat zich in die zin heel makkelijk uit. Het enige wat je nou zou kunnen roepen als een overeenkomstigheid. Ja, ik denk dat sterk profileren van. Ja, dat is dan een horizontaliteit. De eenvoud van de muur. Dus geen ornament, dat zijn dan zaken. Maar voor de rest, dat schilddak bijvoorbeeld. Dat is echt absoluut traditie. Hoort bij dat op zijn minst verleden tijd. Nou, daar zijn we ooit nog even geweest. Hè? Ik hoop dat je het nog kunt herinneren. Guben heette het ook, was ooit Duitsland, nu een deel van Polen. En opmerkelijk, en dat moet worden gezegd, als je ook in Nederland, als je kijkt naar opdrachtgevers, er komen heel veel uit de wereld van de textiel. Op een of andere manier lijkt dat een bedrijfsvorm, of niet een bedrijfsvorm, maar blijkt dat een wereld te zijn waar moderniteit heel makkelijk binnen kon komen. Dus ook de familie Wolf waren textielfabrikanten. En ze stonden met name bekend omwille van de hoeden. Het kan maar zo zijn dat je nog een hele oude hoed van een ver familielid naar de zolder hebt liggen. En als je dan aan de rand aan de binnenkant kijkt, het zou nog wel eens een eentje uit Guben kunnen zijn. De familie Wolf is heel modern, hè? Want die laten dus een huis bouwen. Niet volgens de bekende oude stijl, maar die laten een huis bouwen volgens de nieuwe taal van... Dus hij krijgt in Guben, hè, krijgt voor de eerste kans om zo'n woning te bouwen. Die tot nu toe alleen om heeft kunnen dromen op papier, kan daar nu vorm krijgen. Dus wel weer bakstenen, kijken we absoluut Dit zijn ze, Erich en Elisabeth. Guben ligt daar, Guben, hè.
Zegt ook niet zeer veel. Ik denk, we zoomen even in. Gaat misschien een beetje snel, maar goed uitdenken. En dit is dan dat huis. Nee, dit is uiteindelijk natuurlijk naar een toplocatie. Hè? Ik bedoel, ik denk, we hebben het nog niet eens over het huis. En dan zou je al, als architect toch al uitgedaagd of uitgenodigd zijn om hier te kunnen bouwen. Want het is een prachtige plek, de heuvel. Hè? Denk, nou, die heeft zich in de tussentijd, die is geterrasseerd. Hè? Het mooie daarvan is ook meteen dat het huis wat er bovenop staat, dat het als het ware een soort uitkomst is uit die terrassering. En dat bedoel ik niet alleen dat hij letterlijk hier de top vormt, maar dat haar horizontaliteit aansluit bij dat geterrasseerde van de heuvel. Maar je merkt dat de terrassering ook doorzet in de woning. Dan ga je even laten zien hoe het eruit ziet. Dit is net een kleine, dus een prachtige plek, uitzicht inderdaad. En dan is dit de woning. Kijk, hier dus naar het terras, hier naar beneden. Hè? Dat is waar we net naar tegenaan hebben gekeken. Dit is de achterzijde. En je ziet de plattegrond is volgens mij die we net zagen. In een zekere zin. Hè? Je kunt nog wel de L-vormigheden destilleren, die bepalend zijn. Maquette, even zo. Misschien ben je zo. Ik had het net over dat doorzetten van het terras. Dus in principe kom je zo aan. Dan kun je hier naar boven. En dan in het huis. En dan kom je uiteindelijk aan de achterzijde. Kom je dit is de inkom aan deze kant. Dus het huis is. Het is niet zo modern dat je dat glas en staal. Hè? Je merkt ten eerste het is baksteen. En ten tweede, het is ook nog eens een keer een bepaald doel. Toch wat dikke kozijnvormen. Maar even naar deze plattegrond. Hè? Want daar zie je wat hij in die tekening al beoogde. Dat dit zijn wel aparte ruimten. Maar je merkt ook, in een zekere zin, ze lopen ook in elkaar over. Dus ondanks het feit dat ze een kamer willen zijn, is het niet zo dat ze heel pertinent worden gedefinieerd als kamer. Het verspringen van deze ten opzichte van die, dat geeft, als je hier staat, dan kon je er helemaal doorheen kijken. En dat maakt de openheid die deze plattegrond toont. Kijk, daarachter komt natuurlijk wel het verhaal van kamertjes en apart afgesloten ruiten. Maar dit is wel een innovatie. Nou, laten we even kijken hoe het er. Je ziet wel, het is nog geen staal, het is nog hout. Dus nog hele brede kozijnen. Maar anderzijds, in dat geterrasseerde, een bijzonder en heel modern woonhuis. Nou, met die gedachte willen wij natuurlijk, en ik hoop tenminste dat je het wilt, maar ik moet je nu al waarschuwen. Want het kan zijn dat je denkt, ga kijken, ik wil het huis zien. En dan moet je teleurstellen, het bestaat niet meer. Ja, notabene de echt eerste moderne van Van der Rohe, ja, die is helaas afgebroken. Dat heeft nu alles te maken met alles wat daarna gaat komen. Een hele geschiedenis die ook net. Hè? Maar hoe dan ook, je zou het eigenlijk net willen zien. Ja, deze kant is misschien wat soberder, maar dat heeft ook te maken. Dit is de inkom. Nog steeds hetzelfde verhaal, net als in Weisenhoven. Een auto voor het huis kan iets vertellen over misschien de moderniteit. Alleen, met dat verhaal van die baksteen zitten we misschien wat in moeilijkheden. Je ziet wel een mooi verband. Het is een kleuropname, heel uniek van voor die tijd. We stonden net aan deze kant. Hè? Ja, en als je dan nu zou willen bezoeken, dan ja, dat is wel bijzonder. Hebben ze toch in lange tijd was het een parkje, dus kon wel worden gezegd hier was het. Hè? Maar er zijn nu archeologen aan het werk geweest om het huis deels op te graven. Nou, hoe mooi kan het zijn dat moderne architectuur, nota bene, uit 26, dat die dus door archeologen bloot wordt gelegd. En er zijn plannen, ik weet niet hoe ver, ik heb de laatste tijd niet meer gekeken. Maar er zijn weer plannen, misschien is dat al gebeurd, hè, om dit huis weer in volle glorie te laten verrijzen. En dan hebben ze in Guben wel, ja, dan is wel de gedachte dat ze op de kaart van Mies van der Rohe komen te staan. En dat nu gaat dan, hè, stel maar dat je denkt van nou, ik wil het allemaal compleet hebben, dan kun je Guben niet meer overslaan, omdat dit de reconstructie zal worden. Dat overkomt van der Rohe overkwam meerdere keren van der Rohe, dat er een reconstructie plaatsvond van zijn architectuur. Maar goed, volgende stap. Wel bijzonder politiek natuurlijk, gekleurd monument. Eigenlijk mensen die nog maar kort daarvoor een revolutie hadden willen bewerkstelligen in Duitsland. Die worden 1926 herdacht, middels dit monument. Ook wel weer indrukwekkend. Je begrijpt dat het monument in de daaropvolgende tijd. Van der Rohe drukt hier iets meer uit. Hè? Ook wel van schijnbaar.
zijn politieke uitdenkingen, zeg maar, plek. En toch tegelijkertijd, en er zit toch wel een bijzonderheid, heeft hij kort erop toch gehoopt dat hij groot Duits architect zou worden. Dus hij bouwt een monument voor deze communisten, want Liebknecht en Luxemburg zijn communisten. En anderzijds, en dan heeft hij ook wel geflirt met de Nationaal Socialisten. Nou, hoe dan ook, sommige groepen hij was gewoon politiek, hij was apolitiek, hè. Het monument maakt wel meteen de indruk in dat modern. Je ziet dat de taal van zijn architectuur, van zijn woningbouw, dat die taal ook de taal is van dit monument. Ja. Goed, stappen we door. En dat maakt aanstaande zondag dat je... ik denk dat je plannen hebt. Tenminste, ik vermoed dat je wel een idee hebt. Maar het zou kunnen zijn dat je na dit denkt, nee, zondag dan ga ik naar Krefeld. Want dan ga ik naar Mies van der Rohe kijken. En dan kom je aan zich niet van een koude kermis thuis. Het komt niet vaak voor dat je je zou bijna roepen in de uitverkoop. Voor de prijs van één er twee hebt. Twee, naast elkaar, nota bene. Dus je hoeft nog geen moeite te doen ook. Om zowel dat huis Lange als dat huis Esters te kijken. Die staan naast elkaar. Daar zit ook wel een maar aan. Want dan denk je, ja, twee van de Roos naast elkaar. Dat betekent dus dat iets van de een afbreuk zou kunnen doen aan de ander. Dat je denkt van, ja, twee naast elkaar. Ga je vergelijken, hè? Ga je denken, welke van de twee is het mooist? Welke van de twee is de... Je zou bijna vooruitkijken dan roepen, welke van de twee is de echte? Hè? En welke van de twee is nog een net... Nou, ook daar ben je dan ter plekke hopelijk niet in teleurgesteld. Want ze zijn nagenoeg identiek. Dit zijn twee mannen die elkaar heel goed kenden. Want ze waren namelijk directeuren van een fabriek in Krefeld. Die Verzijtaak. Zijdefabriek. Dus al met al weer mensen uit die hoek van stoffen. Zoals Wolf in Guben. Dit zijn ze met z'n tweeën. Zo rond. En die hebben dus de koppen bij elkaar gestoken. En die hebben moet ik wel eerlijkheidshalve roepen. Dat Herman Lange is degene die het voortouw nam om Mies van der Rohe te vragen een woning te ontwerpen. Hij is ook van de twee, het meest kunstminded. Hij koopt heel veel moderne kunst. En die moderne kunst moet dan ook een plekje krijgen in dat huis. Dus het wordt ook een beetje een kunsthuis. En via de galerie die daarin bemiddelt, leert hij van der Rohe kennen. En je weet dat van der Rohe heeft net zijn contacten met die kunstwereld, hè. Dus dat is de weg waar langs deze opdracht loopt. En dan bestelt ook zijn mede. En dan is het een mooi beeld, denk ik. Dan zullen ze dus elke morgen naar hun werk zijn gegaan, hè, die twee. En dan zullen ze allebei uit dat huis zijn gekomen. Allebei uit hetzelfde huis, want hij woont in hetzelfde huis als hij. Hè. Ze wonen naast elkaar. Dan zullen ze allicht wel een chauffeur hebben gehad die hun naar de fabriek bracht. En dat neem je aan. Maar hoe is dat dan gegaan? Gingen ze dan met een eigen chauffeur apart of kropen ze bij elkaar in de auto en gingen ze alvast ik heb geen idee. Maar het is wel een mooie gedachte. Ja, Krefeld, dat ken je wel een beetje. Nou, je ziet wel, dat valt te doen, hè, toch? Dit weekend, een klein tochtje naar Krefeld. En dan zul je daar niet alleen de twee woningen, maar een deel van de fabriek is ook door Van der Rohe gebouwd. En er was ooit een plan om een tennisclub door Van der Rohe te laten bouwen. Dus jaren geleden is dat een beetje... Is dat even een kort moment gedaan. Toen was daar ook inderdaad in hout uitgevoerd. Op de plek waar dat gedacht was, die tennisclub. Hè? Maar goed, even naar de twee huizen. Dit zijn ze. Niet helemaal identiek. Niet helemaal. Dus op het oog, zeker vanuit de lucht gekeken, de plattegrond, lijkt wel als twee druppels water op dat van de buren. Ze zijn te bezoeken, dat maakt ze ook aantrekkelijk. Dus je kunt niet alleen buitenkant, maar je kunt ook binnen. En zijn tegenwoordig in gebruik als een museum of als een expositieruimte. Dus best wel een mooie context voor kunst. Dan even de platgronden. Dus je merkt wel, je ziet wel, die twee zijn toch een beetje. Wijs me even op dit en ik wijs even op dat. En dan zit er toch wel in de variatie. Maar dit zijn ze dus, naast elkaar. Links, rechts, fenêtre en longueur, loepen we dan. Dat is al bijzonder. Staal gaat hier al een hele belangrijke rol spelen in de constructie. Vandaar dat op bepaalde plekken dingen gebeuren die alleen maar zo kunnen. Hè? Want de muur heeft al niet meer, die draagt. Maar
Wel een opmerkelijk uiteindelijk, nou ja, ja, een opmerkelijk onderscheid tussen uiteindelijk, tussen deze kant, representatief misschien, maar vooral denk ik ook opmerkelijk gesloten, ten opzichte van de tuinzijde, die nu net het omgekeerde doet, uiteindelijk zich zo mogelijk helemaal opent naar, uiteindelijk de, naar het uitzicht. Naar twee uiteindelijk, hè, we lopen even naar. Kijk, dit is de plattegrond. En dan moet je weer, oh ja, je moet uiteindelijk net, maar je ziet wel wat we net zagen bij dat House Wolf, dat zet zich hier ook door. Ja, zo uiteindelijk organiseren. Kijk, hier zitten de kleine kamertjes. Dat is al wat uitdenken, de keuken, uitdenken, whatever, uitdenken. Maar dit daarentegen, en dan moet je even niet uitdenken, iets aantrekken van deze lijntjes. Maar het is eigenlijk naar één doorlopende ruimte. En dan misschien aardig een kleine anekdote. Is dat de heren uitdenken deze plattegronden zagen, uitdenken enthousiast waren. Maar uiteindelijk ook wel wilden weten hoe het in elkaar zat. Die zijn met z'n twee, Estes en Lange, die zijn naar Gubin uiteindelijk gereisd. Om daar het huis Wolf te kijken, om te zien wat dat dan in concreto zou betekenen. En toen nog, toen ze daar vandaan kwamen, hadden ze met name twijfel over de openheid van die ruimte. Waar zijn de deuren? Was de vraag, waar zijn de deuren? Ja, Van der Rohe probeerde natuurlijk, en dat is dus ook hier gelukt, maar probeerde hun van die gedachten af te brengen. Maar dat moet een hele klus zijn geweest. Om mensen die zo vertrouwd waren met een huis waarbij alles werd gedeeld door middel van muren en deuren, om daar een voorstel te doen waarbij dat nou juist niet meer de aantrekkelijkheid werd, dus de ruimte. En dat is nu bij ons bijna een, ik vermoed dat als we een huis gaan kopen, dat we ook vooral daar wel op letten, op ruimtelijkheid. Hè? Dat je denkt, oh, een heerlijk ruim huis, wordt wel als een pre aangewezen. Nou, dat is hier ook. We draaien er even een beetje omheen. Kijk, dus de tuinzijde, en dan heb ik eigenlijk niet te veel gezegd door te roepen. Die is dus behoorlijk open. Ik denk dat die vensters zijn voor dat moment, zijn die indrukwekkend groot. Denk maar aan dat House Wolf wat we net hebben bekeken. Ik wilde niks over die vensters niks afdoen, maar die waren kleiner. En die vensters waren allemaal nog gekaderd met hout. En hier daarentegen, ze zijn veel groter en zijn gekaderd door staal. Waardoor het hoeveelheid glas nog weer groter kan zijn. Dan. En je merkt ook, het reikt tot aan de knieën. Dat de gebruiker bij ramen is natuurlijk in die tijd nadat ze gewoon op een hoogte zitten. Maar dat je toch niet helemaal tot helemaal beneden. Dit is de tuinzijde. Privacy is hier geen issue. Hè? Het is niet zo dat hier omheen dat het is een parkachtige plek. Dus als ik het woord tuin gebruik, roep maar rustig. Dan schiet dat nog tekort. Wel weer geterrasseerd, hè? Zoals kunstmatig ook een beetje opbouw naar de woning. We keken het tegen deze kant aan. Hè? We lopen even naar de L-vorm, die herken je wel, die is weer hier bepalend. Dan lopen we er even omheen. Hier zit de garage, zit nog een verdieping, als het ware, souterrain. Ja, dan kun je nu al onder de indruk zijn. Dit is, we spreken 1927. En er staat dat dat ene staalkolommetje, staat er die enorme schijf te steunen. En dan ook nog een keer, en dat maakt het ook bijzonder, hè, dat hij dat kolommetje niet plaatst op de plek waar je het eigenlijk... moet ook niet aan denken dat hij het gedaan zou hebben. Maar op die plek waar misschien het meest steun verwacht wordt. Namelijk de verste afstand op zich van de verbinding met de wand. Hè. Hij plaatst het op deze... Ja, op een beetje bravoer spreekt er wel uit. Hè, dat je het op die manier doet. Ook zo'n hele dunne schijf. Dan lopen we er even omheen. Het is uiteindelijk net baksteenbouw, ja, dat is het. Ja, dat blijft het ook wel aan de buitenkant. Maar kijk wel naar de keuze van de baksteen. En dat is nu het gebruikelijke om te kiezen voor allerlei kleuren en kleurverschillen. Maar dat gaf die woning wel hij heeft met nadruk ook de gedachte van eenheid. Hij heeft de metselspecie heeft hij met roet laten kleuren. Dus mocht je nog eens een keer dat willen, dit kleurtje voor de voegen, moet je 9% roet toevoegen. Dat is maar zo even uitdenken, dat je krijgt er zo bij de cursus bij. Hè? 9% roet voor uitdenken. En als je daar net... dat maakt het... Nee, maar dat vertelt iets over... Weet je, hij blijft wel de man ook van het detail. Al zou je nu uitdenken, het totale beeld... Dat suggereert iemand die heel abstract... Hè? En dat denkt net in grote volumes, net grote vlakken. Maar in dit zit wel iemand die ook een detailfetischist, moet je Van der Rohe absoluut noemen. Dus ook iemand die weer heel erg net even naar binnen. Horen hier niet thuis, dat weet je. Zijn stoelen die horen in het Barcelona-paviljoen, dat komt zo. Maar dit is het, hè? Dit is het. In die zin indrukwekkend.
Uiteindelijk nou wel gezegd moet worden, uiteindelijk dat, de vraag naar originaliteit. Je hebt wel gezien dat, uiteindelijk dat er zijn ook uiteindelijk vensters met een tracering. En we mogen aannemen dat dit uiteindelijk ooit een tracering had. Maar goed, dat maar even uiteindelijk terzijde. Dit is dat doorkijken. En dan lopen dus uiteindelijk bij Van der Rohe, dat is typisch voor hem, lopen de openingen uiteindelijk dat helemaal door. Hè. Worden nog wel uiteindelijk een onderdeel van een kader. Door tegen het plafond even uiteindelijk, zeg maar, de lijst voor te zetten. Maar het is vooral dat, hè, wat uiteindelijk hem, uiteindelijk zijn deuren, hè, als hij al deuren maakt, zeker straks in Brno, in Tsjechoslowakije of Tsjechië, daar uiteindelijk zijn ook de deuropeningen heel erg hoog. Zo hoog dat je uiteindelijk dat, zeg maar, alleen maar te maken hebt met vlakken en niet met openingen. Nou goed, dit is een beetje uiteindelijk, hè, we kijken met die rode driehoek steeds naar de ruimte in. Dat is het nadeel van de woning. Hij is natuurlijk niet ingericht. Hè? Je zag wat stoelen staan, maar dat is maar een beetje ad hoc. Hè? Je moet als opnames kijken, dan liggen hier natuurlijk wel de tapijten, Persische tapijten. Denk, hè? Ik bedoel, in die zin, de woning maakt nu een hele abstracte indruk. Het is echt een zonnehuis, hè? Letterlijk, denk ik in dit geval. Maar goed, dit is uiteindelijk de fabriek waar we het over hadden, die Verzijtaak. En ook dat gebouw, dit gebouw, maar dat herken je wel een beetje, is uiteindelijk van der Rohe. Dus hij heeft die uiteindelijk heren bediend met uiteindelijk dat een aantal zaken. Die heren waren niet alleen verantwoordelijk net voor dus uiteindelijk dat de architectuur in Krefeld, die Verzijtaak, deze zijdeweverij, die had ook wel de bedoeling om uiteindelijk zeg maar om ja, zichzelf te tonen. Dus komt uiteindelijk 1927, hetzelfde jaar als van der Rohe bezig is met die huizen, dan krijgt uiteindelijk van der Rohe ook de uitnodiging om een beursstand vorm te geven van uiteindelijk deze firma. Kunnen ons uiteindelijk, ik ben daar heel banaal in. Ik denk, ja, dan zetten we gewoon een tafel neer en dan leggen we al dat zijde leggen we erop en dan kunnen mensen gewoon kijken. Uiteindelijk. Maar van der Rohe heeft een indrukwekkend idee. Hij bouwt daar eigenlijk met gordijnen een soort virtuele woning. Een soort, een soort voorstel voor, dus met gordijnen, met zijde. Dat is mede te danken aan haar, Lili Reich. Nou, daar moeten we een beetje mee oppassen, alles maar in de schoenen van Ludwig te schuiven. Want als het gaat om de inrichting van de woning, dan is eigenlijk Lili Reich degene die dat doet. Moet maar even genoemd hebben dat we. Lili Reich werkt dan samen met Van der Rohe. Café Samt und, en dat heb ik niet goed geschreven, dan zie je wel, ja, dyslectisch tot in de kleine t, dus dat moet omgedraaid zijn. Ja, maar goed, dan moet je me even omdraaien. Die moderne dame, ook wel mooi, een tentoonstelling die zich helemaal richt op de vrouw, dat weet je, naar aanleiding van de Art Deco tentoonstelling in Parijs, kort daarvoor, dat ook daar ontwerpen zich heel erg aan het richten op de vrouw, als diegene die dat bepalend werd voor de inrichting. Maar Lili Reich geeft mee de vorm. Dan mag je dat zeg maar als een aankondiging zo denken. En dan zijn dit opnames van van wat je dan moeilijk uitdenkt. Ja, een paviljoen is het ook niet, hè? Maar het is wel het op een hele fraaie wijze afbakenen van ruimte met gordijnen. En ja, dat fenomeen van die gordijnen is wel eens net miskend, hè? Bij Van der Rohe speelt dus niet alles zich af in de wereld van glas en staal. Maar een belangrijk aspect is ook vooral de wijze waarop gordijnstof een rol kan spelen in de woning. En er wordt wel eens geroepen, dat doet een beetje denken aan Rem Koolhaas. Die ook gebruik maakt van Petra Blijs. Ook in zijn woning de stoffering te doen. En die vergelijk met Koolhaas lijkt misschien wat misplaatst. Maar Koolhaas is, hoe zeg je dat? Echt de grote bewonderaar van Mies van der Rohe. Echt absoluut. Als je hem zou mogen vragen, wie is jouw grote held? Dan roept hij, dat is Mies van der Rohe. Nou goed, om even naar te zijn. Kijk, mag het een beetje. Kijk, eigenlijk is het dus al architectuur. Nou, als het wel in stof. Maar wat we zagen in zijn woning, zet zich ook hier door in de organisatie van deze tentoonstelling. Hè? Het is wat Doolhof-achtig, maar de taal waar die zich uitdrukt is gewoon een simpele geometrie. Ja, het materiaal daarentegen is absoluut een representant van luxe. Dus en daar komt dan misschien dat belangrijke verschil met bijvoorbeeld Gerrit Rietveld. Noem hem maar steeds weer. Hè. Die zal zich niet bedienen van zijde. Die zal zich niet bedienen van marmer. Zal zich niet bedienen ook zeker niet van onyx of graniet. En dat zijn nou juist de materialen
die Uitdenk van de Rohe absoluut Uitdenk ook maakt tot een onderdeel van Uitdenk zijn architectuur. Hoe komt het dat hij met die materialen zo, ja, zo vertrouwd was? Niet met de zijde, maar met Uitdenk die net genoemde natuursteen. Want die gaat Uitdenk zijn architectuur bepalen. Hoe kwam dat eigenlijk? Dat van de Rohe zo, ja, Uitdenk bij Le Corbusier vind je geen plaat natuursteen. Echt absoluut niet. Bij Uitdenk daarentegen Mies van de Rohe, 10-1. Hij was afkomstig uit Aken. En Uitdenk zijn ouders, zijn vader, niet zijn ouders, maar zijn vader en zijn broers, waren Uitdenk waren steenhouwers. Dus als je nu Uitdenk zeg maar Aken, Uitdenk vanuit Kerkrade, Uitdenk vanuit Vaals, niet vanuit Kerkrade, vanuit Vaals Uitdenk binnenrijdt, dan kom je langs Uitdenk de Westbegraafplaats. Ja, en daar eigenlijk net letterlijk en figuurlijk Uitdenk aan de rand van die Westbegraafplaats staat nog steeds Uitdenk net het huis van Uitdenk net de ouders van Uitdenk net Ludwig Mies van der Rohe. Die daar Uitdenk hun. En op de begraafplaats. Kijk, het kan vandaag zijn dat je denkt: ja, Uitdenk, hij kan wel mooi praten. Uitdenk, hij heeft mij nou gedrongen om zondag naar Krefeld te rijden. Ja, nee. Als je liefhebber bent, dan hoef je niet verder dan Uitdenk, dan hoef je niet verder dan Aken. En dan eigenlijk is dat kerkhof Uitdenk de mooie plek om naartoe te gaan. Geen mooie plek sowieso. Maar als het gaat om Mies van der Rohe daarentegen wel Uitdenk. Want daar staat een grafsteen die hij voor zijn ouders heeft gemaakt. En die grafsteen ook, ja dat kan dan ook nog. Die grafsteen is op en top helemaal Mies van der Rohe. Dus dan herken je onmiddellijk, ja in alleen dat ding herken je al de geest van Uitdenk. En dan heb ik het niet alleen over. Hè. Het is gewoon een simpele plaat, hè, maar het lettertype. Het lettertype. Het is niet Uitdenk zeg maar de wereld rondgegaan. Maar Uitdenk de vormgeving ervan is Uitdenk helemaal bepaald door Uitdenk zijn, ja, ook zijn architectuur als het ware. Dus nou, ja, zondag dan niet naar Krefeld, anders maar dan Uitdenk naar Aken, dat kan ook. Hè, dat je denkt, we gaan daar op die begraafplaats rondlopen. En ik ga natuurlijk ook even beneden, want het is een beetje geaccidenteerd. En dan ga ik even langs die steenhouwerij die er nog steeds is. En denk waar je dan van mag denken dat het ooit de plek was. Het geboortehuis van Mies van der Rohe en Aken valt ook te, ja, niet te bezoeken, maar te bekijken. Dus je kunt Uitdenk zeg maar in die zin echt wel een mooie rit maken. Uitdenk naar alleen Aken om daar. Goed, daar hebben we dat naar benoemd. Het is net een plattegrond van Uitdenk. Dus die stand hè, van Uitdenk, die Versailles-taak. Nou, mooi, ik weet niet of je, heb je ze gezien? Ja, je hebt ze wel. Kijk, daar staan ze, de buisstoeltjes. Hè? Daar staan ze. We spreken 1927. En dan blijkt dus naar aanleiding van deze tentoonstelling, of van deze opname van de tentoonstelling, dat hè, fenomeen van de buisstoel in de tussentijd al Uitdenk wijd verspreid is. Hè. Dat is hier Uitdenk, zeg maar, Uitdenk net een aankleding van deze ruimte. Goed, hebben we dat benoemd, zo zag dat eruit. Dus kon je de zijde zo, ja, dat moet ook wel mooi zijn geweest om dat zo eens even Uitdenk heen en weer te laten. En daar zitten ze dan. Hè. Goed, nou dan komen we Uitdenk bij Weissenhoek. Hoe laat is een tussentijd? Kijk, voel het gewoon aan. We gaan even koffie doen. Ja. Even een beetje rondkoekeloeren. Ja, ik sta in beeld. Ik ben ook niet meer zo goed hoorbaar, maar ik ben even aan het zoeken naar de afstand. Ja. Zo, nou, ook voor jullie tot zo. Mocht je
nog even willen laten weten dat je er bent, dan... ik zou het fijn vinden, want dan weet ik met zekerheid dat alles net ook wat betreft de geluidskwaliteit van deze middag goed verloopt. Dus mocht je nog even denk een duimpje of zo willen opsteken, dan graag. Ik hoor het wel. Tot zo.
wacht op Suzanne, hè. Even denken dat het kwam net te sprake reizen en de excursie naar in Maastricht die zit vol. Dus ik zeg maar even. Nee, ja. Zit vol. Ja, ja, het zit vol. Ik heb een excursie aangeboden. Weet je wel, ik denk Palladio in Maastricht die zit vol. Bijna te vol, zou ik bijna roepen. Ja, maar goed. Nou, dan kunnen wij weer verder. Ik ga er zo meteen doorheen vliegen even. Want ik moet toch denk ik gezegd worden, ik krijg ook geen kans meer. Want ik denk volgende week wordt nu weer een ander verhaal. Ik denk komt weer een ander aspect van die periode uiteindelijk voorbij. En waarom vlieg ik dan even doorheen vanwege het feit dat twee dingen absoluut vandaag nog even voorbij moeten komen. Niet even, maar voorbij moeten komen. En dat is A, het Barcelona-paviljoen en B, de Villa Tugendhat. Dat zijn eigenlijk zeg maar de iconen van der Rohe, die uiteindelijk net voor de oorlog bouwden. Dat die Weissenhof uiteindelijk Siedlung directeur is, dat hebben we volgens mij al benoemd. Uiteindelijk, hij was lid van de Werkbond. En de Duitse Werkbond nam dat initiatief en ik denk als lid van die Duitse Werkbond, hij werd zelfs later directeur van de Duitse Werkbond ook. Hè. Kun je ook denken meteen dat hij om die reden werd gevraagd als directeur van het Bauhaus. Hè. Dat gebeurt pas in 1930, dat duurt nog eventjes. Maar ik denk, de Weissenhof-Siedlung, ik vlieg er dus even langs, hè. Maar je kent hem. Maar ik wilde toch vandaag nog één ding laten zien. En dat het niet alleen gaat over dat wijkje Weissenhof, maar dat het eigenlijk zeg maar een echte tentoonstelling was. Waarbij dat wijkje wat steeds weer naar voren wordt geschoven, denk maar een onderdeel. Dus je moet je voorstellen, in Stuttgart zelf, waar was een groot messengelände, dus een grote hallen. En er wordt een expositie gehouden rond dat thema die woning. Dus zeg maar Weissenhof wordt altijd naar voren geschoven. Maar eigenlijk moet je 1937 praten over een hele grote tentoonstelling. Ik laat je even zien hoe die ambitieus was, hè. En zich bedienen van dit soort middelen om in ieder geval te laten zien dat het zo niet moet. Hè? Dit dus eigenlijk een beetje beursachtige presentatie was. Waarbij dus allerlei firma's zich konden tonen. Allerlei zaken kwamen voorbij. Nu maakt dat ons geen indruk meer. Maar dit is echt de state of the art wat betreft het sanitair bijvoorbeeld. Hè? Dat viel daar uiteindelijk te kijken. En bijvoorbeeld AEG, natuurlijk uit de firma van Peter Behrens, hebben we eens een keer over gehad, hè. Die tonen zich ook met een heel bekend van de firma zijn die ventilatoren. Ik weet niet of je die kan dus nu vandaag toch nog zijn. Dat je misschien niet een hoed uit Guben kunt tegenkomen. Maar als je op de zolder bent, 10-1, dat sommige mensen nog wel zo'n ventilator hebben. Die zijn nog steeds wel linoleum bijvoorbeeld. Hè? Ook wel bijzonder in die tijd nieuwe vloerbedekking. Ik wilde eigenlijk maar laten zien dat het net een hele grote tentoonstelling was, waarbij woningen die waren gebouwd, eigenlijk maar een klein onderdeel. Hè. Ze zijn wel spreekwoordelijk geworden, zijn wel illustratief. Hè. Van der Rohe, de directeur, hier met allemaal weer het Le Corbusier, hebben we al besproken en zal voorbij komen. We hebben ook het stilstaan bij de vooroordelen. Hè. In de volksmond heet het niet voor niets, dat is Araberdorp. Hè. Dorf moet ik eigenlijk net zeggen. En dat is dit plaatje aan het laten zien. Hè? Dat is een beetje, als je goed kijkt, dan staat er een rare kameel. Dus dan zou je denken, dat klopt hier eens niet. Maar het is vooral, hoe het ontvangen wordt. En illustratie, wij roepen jubel, wauw, dit is het begin van het moderne. Maar in die tijd daarentegen waren ook heel veel mensen, zelfs gekant. Hè? Maar die zeiden, moet je kijken, onze tijd, wat een architectuur. Nou ja, om met kop en schouders boven alles uit te steken. Mies van der Rohe bouwde dit. Dat is zijn complex. Hier staan de twee Le Corbusiers en daar op die plek. Dit is van J.P. Oud, dat rijtje. Maar goed, even bijdrage. Ja, en dat geldt weer, hè, als je er nu komt, dat je nog steeds verbijsterd bent over dat jaartal. Hè. Dat geldt ook voor dit. Die woningen worden natuurlijk daardoor weer, dat appartementengebouw van van Doos, het enige appartementengebouw. De rest zijn allemaal individuele woningen. Dat ziet er nu nog steeds zo uit. Dus dan roep je, de auto's zijn intussen wel veranderd. Maar dat op een rare constante wijze lijkt dat gebouw daartegen het tijdloos te zijn. Dus ook de ambitie van der Rohe ook weer. Het is een staal skeletbouw. Misschien ook niet onaardig om daarbij stil te staan. Hè? Dat wat dat betreft van der Rohe heel duidelijk gekozen heeft voor dat materiaal of die constructiemethode. Ja, passeer maar even wat de woningindeling. En dan kunnen we nog even stilstaan bij dat vind ik ook wel mooi. Hè? Die twee tegenover elkaar. Hè?
wil iets vertellen over, denk dat nog niet alles consistent is. Hè? Dat er, dat denk wel ontwerpen zijn, maar dat andere ontwerpen nog wel een beetje, denk dat achterhaald, zeggen wij nu. Of, maar realiseer, die stoel daar links is niet achterhaald, maar dat rechts daarentegen, dat is super, denk modern. Dus dat wil het een beetje, ja, wil het een beetje illustreren. Nou, goed, dan hebben we dat benoemd en denk beschreven. Daaruit voortkwam dus denk, die samenkomst van denk, die architecten, 27 uit denk, het Weizenhoofd, 28 uit denk, het Sion-congres. En dan denk, ontbreekt in het plaatje Mies van der Rohe. En dat is daarom gek, omdat denk, het, zeg maar, de samenhorigheid tussen deze denk, architecten voor een deel werd bepaald door het meewerken denk, aan Weizenhoofd. Er ontstond een idee van gezamenlijkheid. Wat concreet denk, vorm kreeg in die denk, bijeenkomst, denk maar, van der Rohe ontbreekt. En dat heeft alles te maken, hier staan de heren van denk, met name ook sociale woningbouw. En als je denk, in het oeuvre van der Rohe kijkt, dan zie je dat het aandeel sociale woningbouw is nou ja, marginaal, om het maar zo te beschrijven. Dus merendeel, bijna denk, alles is denk, ofwel het individuele woonhuis, of het zijn kantoorgebouw. Maar denk, dat, hè, appartementen zijn ook gebouwd. In 1929 krijgt hij denk, de gelegenheid om denk, zeg maar, Duitsland te vertegenwoordigen. Dus hij mag denk, een paviljoen bouwen, wat denk, overal wordt misverstaan, want het paviljoen denk, lijkt bedoeld, zoals alle andere paviljoens, om te exposeren. Maar dat is het niet. Het paviljoen is een expositie in zichzelf. Dus het paviljoen is de expositie. Dus denk, als je nu dat paviljoen bezoekt, dan denk, zal je opvallen de leegte. Uitdenken zal je opvallen, uitdenken dus de ruimte. Maar die is toen niet uitdenken, zeg maar, ondergraven met allerlei vitrines uitdenken en allerlei andere zaken. Nee, de leegte was ook uitdenken, zeg maar, wat, uitdenken, ja, wat Duitsland presenteerde. Het is overigens wel een paviljoen, wat uitdenken, fungeerde als een plek waar uitdenken, het Duitse aandeel aan die wereldtentoonstelling uitdenken, dat een soort opening beleefde. Dus het had enerzijds inderdaad een beetje de functie van een ontmoetingsplek voor dat ene moment. En anderzijds is het paviljoen ook inderdaad een middel om denk, van de ene plek naar de andere te lopen. Dus het paviljoen zijn doorzichtigheid is eigenlijk een gedachte denk, om denk, ook uit te nodigen, om denk, dat te begrijpen als een soort denk, overgangsplek. Je zou een beetje gemeen willen roepen, denk, en daar lijkt er verdomd toch wel op, een bushokje. Waarbij je even denk, gewoon staat en dan daarna weer voortgaat. En dat is precies de bedoeling van het paviljoen geweest. Dus denk niet dat het paviljoen ingevuld. Je realiseer je op de tentoonstelling heeft Duitsland wel degelijk een plek waar zichzelf denk, middels allerlei zaken presenteert. Maar dit paviljoen daar, denk, laat even zien, dit is het terrein. Dan kijken we uit, denk ik, nu vanuit de, ik weet niet, Barcelona, uit, denk, Montjuïc. Neem ik aan dat je wel, ja, denk, nou, licht naar het kent door dat stadion wat daar staat. Misschien ook door denk, naar het Miro-museum, kan ook. Maar hoe dan ook, denk, als je vanaf die berg naar beneden kijkt, dan is dit het uitzicht over dat tentoonstellingsterrein. Ook wel mooi, hè, dat denk, het, die twee nog wat doen denken aan de Campanile van Venetië. Denk, die is dan denk, ja, toch wel denk, voor velen nog een inspirerende kooi. Dit is het terrein, dit zijn die twee torens. Dit is denk, die Montjuïc, dat begint met het Museum voor Catalaanse Kunst, staat op de berg. En dan wordt het natuurlijk ter plekke. En dat, is, dat vind ik altijd zo'n teleurstelling. En dan roep ik, denk, ja, je hebt toch het Barcelona paviljoen gezien? En dan zijn er mensen die zeggen, ja, nee. En die zijn hier wel geweest. Dat is, denk, hè, bedoel, dat je, als je hier niet bent geweest, vooruit, dan zeg je, ja, nee, dat is er gewoon niet denk, van gekomen. Als je hier bent geweest daarentegen, en je hebt toch niet het paviljoen, denk, dat is door het paviljoen, het is eigen schuld. Want het is zo obscuur, het is zo denk, klein, het is ook vooral zo laag, dat het eigenlijk zeg maar, denk, over het hoofd gezien kan worden. Hè. Je merkt de andere zaken op het terrein, die torens als een soort illustratie, die zijn al indrukwekkend monumentaal. En ook dat gebouw daar en dit, dat is denk ik voor die gelegenheid gebouwd. Dus ik denk kan ook een beetje illustratief zijn voor denk, een soort architectuur die dan nog wel denk, hier op geld doet. En dan staat het Barcelona paviljoen, dat staat hier, dit is het. Dit is het Barcelona paviljoentje. Dan kom je overigens naar, ook wel ironisch, ik kan het nu alvast aanwijzen. Ik had het over denk, dat je het kon gebruiken, dat ook zo bedoeld was, om er denk doorheen te lopen. En dan loop je het, via de grote esplanade, dan loop je naar het paviljoen en dan kom je eigenlijk naar, kom je hier in wat dan heet het Spaanse dorp. Het Spaanse dorp. Ik weet niet of je denk, dat ooit bezocht hebt, maar het is een beetje Openluchtmuseum Arnhem. Maar dan denk ik, zeg maar, à la denk, de traditie, alle denk, architectuur van het verleden uit Spanje, is hier op een paar vierkante meter bij elkaar gebracht. En dan denk ik, via het Barcelona paviljoen, dus daar naartoe lopen.
Ik hoop dat je de ironie een beetje proeft, van het paviljoen daartegen wilde eigenlijk naar alles anders zijn dan uiteindelijk wat je daar op de berg tegenkwam. Dat was traditie. En het paviljoen daartegen was natuurlijk een breuk met uiteindelijk alles wat traditie heette. Maar goed, we gaan even kijken. Dit is hem, ligt hier uiteindelijk, en dit is het dan. En je ziet nu wel waarom je dat over het hoofd kunt zien. Want het ligt A, in een hoekje. Het is B, heel erg laag. Ja, en C, als een gebouw, zou je het ook niet meteen willen aanwijzen. Het is wel een compositie, zeg je dan, van allemaal elementen. Maar alle elementen tonen zich ook heel nadrukkelijk als apart. Maar daar hebben we het net over gehad. Dat als nu al de idee ontstaat dat je het als een soort bouwpakket uit elkaar zou kunnen nemen, dan is het idee helemaal niet verkeerd. Want dat is precies het ideaal van Van der Rohe. En, ook gezegd moet worden, dat is eigenlijk de realiteit van het paviljoen. Want dit is een namaak uit 1983. Dus kijk je naar niet de original, maar kijk je naar een volledige herbouw van het oude, paviljoen. Dat betekent dus in materiële zin dat als je hier overheen strijkt, en als je dus echt je liefde wilt betuigen, dat kan, hè. Ga je met je handen zo overheen, dan moet je eigenlijk zeggen dat je liefde oneigenlijk wordt beantwoord. Maar je kijkt naar dat is materiaal van 1983. Nee, je kijkt naar een natuursteenpaviljoen waarbij de materialen absoluut van ouderdom getuigen. Van een enorme ouderdom. De reconstructie is er dus. Het materiaal daartegen is helaas verloren gegaan. En dan wijs ik met plezier naar een publicatie van Rem Koolhaas. En die heeft misschien wel omdat hij toen nog niet zo heel veel werk om handen had. Heeft hij dat achterhaald waar al dat materiaal naartoe is gegaan. Want het is een paviljoen waarvan je nu al weet dat als dat wat hier een beetje beige getint, dat het travertijn is. Als datgene wat hier zich presenteert, als het graniet is, ja, dat het materiaal natuurlijk wel een weg heeft gevonden. En dat niet een van de platen is beland in het Olympisch Stadion in Oost-Berlijn. Als een onderdeel van de kleedhokjes van de atleten. Ja, wel mooi. Dus het moet een beetje een soort uitnodiging zijn om iets van Rohe, de tocht van het paviljoen, beschreven door Rem Koolhaas, en nog eens naar te achterhalen. Moet je maar eens doen. Het is echt naar de moeite waard. Goed, wij gaan kijken. Dus ten eerste een indrukwekkende horizontaliteit. Dus dat is de regel waar alles zich aan bindt. Hè? Dus er is ook een tegenstelling. Dat is namelijk één lange lijn waarvan je roept, daar wordt juist de eenheid aan ons getoond. En dan in verticale zin, dus in de platen daartegen, is het juist een indrukwekkende verscheidenheid. Want die taal van tegenstelling, die we zijn tegengekomen bij notabene ook Le Corbusier, dat denken in A en B, rond en recht. Ja, dat toont zich hier ook, alleen is in dit paviljoen niks rond. Maar zit de materiële tegenstelling daarvoor in de plaats. Dit is vanuit de lucht gekeken. Kijk, dit is dus de doorloop. Hè? Dan loop je hier naar dat Spaanse dorp. Ik ben natuurlijk heel oneerbiedig geweest door het woord bushokje te gebruiken. En anderzijds, in een zekere zin, ik wil niet roepen dat elk bos... Maar het heeft een openheid die indrukwekkend ook heel moeilijk zich laat vertalen naar architectuur. Het is wel een gebouw. Maar er zijn mensen die lopen hier binnen en zeggen, hé, waar is het toilet? En mensen die roepen, waar moeten die arme mensen nou slapen? Ja, als je dat doet, met die praktische insteek hier binnenloopt, dan raak je teleurgesteld. Maar dat is er niet, het is een voorstel. Het is een voorstel, wat architectuur zou kunnen zijn. Maar het is niet bedoeld om meteen in te vullen met al die praktische zaken. Het is eerder een idee hoe ruimtelijkheid zou... Dus een heel abstract gebouw. Terwijl notabene dat woord nu abstract wordt tegengesproken door de absolute materialiteit. Want de materie is niet abstract. De natuursteen heeft een hele duidelijke identiteit. Dus daar zit een dialoog in het gebouw. Tussen wat dan toch het echte paviljoen heet. En wat nu aanzienlijk veel buitenruimte is. En die plaat die op het dak ligt, of die het dak is. Ja, die plaat keert zich terug, in de vijverpartij. En de vijfpartij is niet echt een vijfpartij. Dat is eigenlijk maar een hele dunne laag naar het water. Waarvan je ook makkelijk makkelijk kunt associëren met de glasplaten die hier rechtop staan. En daaronder liggen kiezen. Ik zat in dat soort kijk, dit is het Spaanse. Het moet toch wel wat zijn geweest, hè? Als je dan door dit paviljoen hier naar boven loopt, ja, dat je dan want dat ligt daarachter, hè? Dat is dat Spaanse dorp.
En dit is allemaal nep, hè? Ik bedoel, dit is allemaal wat je ook aanraakt, hè? Dat is allemaal make-believe van denk, een voorbije tijden, verleden, traditie, et cetera. Nou, goed. Even de denk, plattegrond, dat zie je aan de rechterkant. En daar zou je iets kunnen lezen van, denk, van die tegenstelling waar ik het over had. Ten eerste, datgene wat hier gearseerd is, dat is deze waterpartij, hè? Dus dan denk, is dit, is dat, en dit is dat. Dus denk, allemaal, en dan merk je wat de organisatie van de binnenruimte, ja, die doet wel denken aan wat we tot nu toe zijn tegengekomen bij Van der Rohe. Hè? Dat denk, doorlopen, dat denk, zeg maar, ontbreken van, denk, van deuren, van denk, barrières. Hè? Het is eigenlijk dat je vanzelf binnen bent en dat je eigenlijk in een zekere zin ook weer vanzelf denk, buiten geraakt. Maar wel door de beleving van die, ja, van die ruimte. En dan, misschien heb je het gezien, er staan er allemaal puntjes. En die puntjes zijn in weerwil tot de organisatie van die strepen. En die strepen zijn dus uiteindelijk naar muurschijven, deze twee. Dit is glas. Maar die zijn nogal uiteindelijk, zeg maar, speels en nogal uiteindelijk, zeg maar. De organisatie van die stipjes daarentegen is volgens een raster. En dat zijn de metalen kolommen. Waar uiteindelijk, zeg maar, uiteindelijk, een deel van het dak uiteindelijk, zich ook op uiteindelijk, gesteund weet. Nou, even uiteindelijk, schematisch binnen-buiten. Lopen even om. Kijk, je loopt dus, en dat maakt het al, je kunt niet meteen binnen. Dat merk je wel. Dit is denk te hoog, is ook niet bedoeld nou, om op te klimmen. Het is nu al dat de architect je meeneemt denk, op een route naar, nou, zeg maar, in zekere zin het onbekende. Die trap bijvoorbeeld, hè, die toont zich niet denk, als je denk, op afstand staat te kijken. Als je denk, links in de hoek staat, dan zie je alleen maar, denk, zeg maar dat podium waar dat paviljoen zich op bevindt. Maar een toegang is geen trapleuning. Ja, dat is uiteindelijk, op deze plekken zijn de plekken wel eens inderdaad mensen die dan wat steunen, dat vind je niet. Dus niet praktisch, niet in die zin uiteindelijk helemaal ingaand op het gebruik, maar vooral ook in dat zich presenteren als een beeld. Hier heb je oogst naar meteen, dit zijn gordijnen, hè? Dus dat kan dingen open en dicht. Maar goed, nou, dit is het. Als je dan eenmaal daar bent, en dat is de opmerking. Kijk, we waren net daar, we zijn zo komen aanlopen. Dan loop je denk, hier denk, naar boven. Dus de eerste kennismaking met het paviljoen is niet het paviljoen zelf, maar eigenlijk dat weer en andermaal die buitenruimte. Alleen die maakt nu wel, nu denk, doe je net dat je hier staat, is dat een wereld van verschil. Er is geen plek die zo uiteindelijk snel het geroezemoes, zeg maar, de drukte van de plek achter zich weet te laten. Als het paviljoen van de Rohe. En dan komt natuurlijk naar de spiegeling komt voorbij. Want dat is wel het thema van dit paviljoen, spiegelen. Dus dit alleen al, dat zeg maar, in die zin herhalen van het paviljoen, dat zul je zo meteen ook in dat zien, bepaalt het paviljoen. We lopen er even omheen. Of beter zegt, we lopen naar binnen. En dat doen we via deze weg. Ja, deze weg. En dan is het dus wel, natuurlijk, paviljoen moet afgesloten kunnen worden. En er zijn wel middelen om dat te doen. Maar dat zijn deze twee schijven, deze twee. En die draaien niet denk, in de muur, maar die draaien denk, in het plafond denk, en in de vloer. Waardoor ze eigenlijk zo, nu ze zo staan, ook de indruk maken een onderdeel te zijn van een aantal andere schijven. Dus we zijn allemaal denk, dezelfde richting aan het wijzen. Ik haal het dak er even af. Dan zijn we dus net hier op deze plek denk, net binnengekomen. Nou. En dan groot eigenaar alweer, denk, zeg maar, ook een buiten. Dus denk, het is moeilijk te noemen wanneer dat moment komt dat je uiteindelijk dat je binnen bent. En dan maak je daarbij het betreden van een woning. Dan A, door het openen van de deur. B, uiteindelijk dat een drempel. Uiteindelijk C, uiteindelijk ook de overgang wat betreft uiteindelijk de vloerdekking. Hè. Maar hier loopt dat materiaal van buiten, loopt door uiteindelijk naar binnen. Ja, dus uiteindelijk in die zin is, uiteindelijk hier is geen drempel. Hier is eigenlijk niet het enige wat uiteindelijk het moment aanwijst, zou je roepen. Is uiteindelijk dat het licht dusdanig afneemt dat je het gevoel krijgt uiteindelijk binnen te zijn. Maar het is moeilijk om te definiëren wanneer dat moment komt. En dan komt natuurlijk weer dat graniet. En dat is, zeg maar rustig, denk A, heel tastbaar materie. Maar B, het is ook ongelooflijk barok uiteindelijk in uiteindelijk zijn gedaan. Zo in tegenspraak met de eenvoud van dat paviljoen. En dan komt ook nog eens een keer uiteindelijk die glazen schijf, hè, als een mooi filter uiteindelijk voorbij. Nou, dit is... Ja, je zou dit is wel Van der Rohe. Ik denk, als je hem wilt samenvatten, dan zeg je enerzijds een man van traditie, een man van denk, zeg maar, het oude materiaal. En denk aan denk, waar hij vandaan komt, hè. Zijn ouders, denk, of zijn vader en zijn broers, steenkappers. Hè. De mannen die denk, de grafzerken van de begraafplaats maken, die weten wat marmer is, die weten wat graniet is. Maar anderzijds is hij ook denk, de man van het moderne. Hè. Dit is denk, een
Dat is een van de kolommen, hè? Waarbij natuurlijk naar de weerspiegeling van het materiaal denk ik ook weer een rol speelt. Als een opmaat naar de echte spiegels, het glas, wat zich hier uiteindelijk binnenvindt. Kijk, van de rode ten voeten. En dan kom je binnen, hè? Dus dan zijn we aan het terugkijken. Dan zit er uiteindelijk op deze plek, zit er uiteindelijk, dit is één grote lampion. Dus uiteindelijk, als je uiteindelijk, het is van, dat zie je wel, het is hier boven open, komt licht binnen. En uiteindelijk, er is ook kunstlicht, wat het uiteindelijk letterlijk en figuurlijk tot een lamp kan maken. Dus dan wordt die hele binnenruimte, wordt helemaal uiteindelijk verlicht door uiteindelijk deze enorme melkglazen schijf. Dus dat uiteindelijk, dan draaien we even om, komen we uiteindelijk in de, heb je weer die kolom, hè, waar we net misschien net in Kreeveld ook een beetje van onder de indruk waren, dat zo'n ding zo in de ruimte staat. En dan heeft hij uiteindelijk, zeg maar, ja, je merkt wel, de plek suggereert ofwel uiteindelijk een beetje een ritueel. Ik denk in de verte een tweetal stoelen die bijna kunnen worden begrepen als een troon. En dan die tambouretjes daar links en rechts, uiteindelijk net een kleine hofhouding. Ik spreek natuurlijk net in die zin over de openingsceremonie. Die werd verricht door de Spaanse koning. En dan begrijp je ook dat hij natuurlijk net met zijn wederhelft plaats kon nemen op die plek. En even, dit zijn dus specifiek meubilair ontworpen voor deze gelegenheid. Ik denk dat je die stoel wel kent, dat is ook dan genoemd de Barcelona-stoel. En de naam natuurlijk heeft alles te maken met deze plek. Maar het hoogtepunt zit natuurlijk in die ene wand. Dat is onyx. Zeg maar, dus in een zekere cumulatie van travertijn, bodem, graniet. Naar tenslotte het hoogtepunt, die onyx-wand. En dat werkt dan zo. En dan wordt dus dat thema spiegelen. Dat wordt echt bepalend voor de. Want je merkt wel die oningswand, maar zeker ook die granietwand, die maakt een wat vreemde indruk. Want eigenlijk roep je, dit kan gewoon niet. Hè? Dat het zo een behangmotief, hè, zich herhaalt. Maar het zijn gewoon platen natuursteen die zijn gezaagd. En die zijn opengeklapt en die zijn elkaars herhaling. Dat geldt ook voor de oningswand. Hè? Als je kijkt, is ook een spiegeling van Dus daarmee. Ja, wordt eigenlijk dat datgene wat grillig is en wat natuurlijk van oorsprong, hè, nooit bepaald door orde, krijgt op deze wijze naar een soort rare ordentelijkheid doordat het herhaald is. En dan defineert hij de plek met dat tapijt, die zwarte loper of hoe je het ook inderdaad wilt noemen, sluit wel perfect aan bij die wand. Hè. Dus het is allemaal gedacht vanuit een beetje een vage foto, maar komt niet laten op die manier even te laten zien. En dit is misschien wel kijk, dat loopt dus in elkaar, dus binnen en buiten. Kijk, collega Frank Lloyd Wright had nog een enorm dakoverstek nodig om binnen en buiten op een van mijn. Ja, dit is geen illustratie meer, dit is werkelijkheid. Hier loopt binnen over en buiten, of buiten over en binnen. Het enige wat dat verschil maakt, is dat membraan van van glas. En dat is gekleurd. Een beetje. Zodat je toch ervaart dat het een binnen en het ander. Ik zal het zo laten zien. Dat loopt dus naadloos in elkaar over. Echt, ja, nou ja, niet naadloos dus, maar loopt in elkaar over. En dit is wel een momentje. Dit is wel een moment. Dan staan we hier op de ontmoeting van die natuursteenplaten. Dus dan bevestigt de kolom. Bevestigt ook meteen de richtingen in de ruimte. Want de ruimte wordt bepaald door ofwel de ene of de andere kant uit. Dus de kolommen zijn als het ware in die zin een soort herhaling. Dan staat deze iets aan te wijzen van een plek. En dan ter linkerzijde, moet ik even aangeven waar we zijn. Dat zou ik zo doen. Maar dit is gewoon een glazen schijf. Je hebt toch gezien, dat is inderdaad een patio. Achterruimte. En die staat niet goed. Tenminste, ik zou dan, Jan, mijn eenvoudig denken zou ik bijna zeggen. Dat is mooi, laten we alles op de naad zetten. Maar Van der Rohe verstaat de kunstenaar om dat niet te doen. Dus hij bevestigt met deze kolom eigenlijk het raster waarmee hij de vloer heeft bepaald. Maar dit daar ontkent dat. Raster in een zegen steekt daar overheen, waardoor het is een onafhankelijkheid. Kijk, het ging om deze kolom. Ik had het net moeilijk aanwijzen. En dan zie je ook dat getinte van dat glas, hè. Dat met zorg gekozen. Dus niet een productie, maar ook met wil en wens, dat moment, hè, binnen-buiten, wat dan louter alleen bepaald door dat verschil tussen het een en ander. En dan staat daar notabene. Ten eerste is daar ook weer water, hè, als weer de weerspiegeling.
En de platen zijn al elkaar aan het spiegelen. Dus dat is uiteindelijk. En dan staat er aan de andere kant, en dan moet ik even, dan staat er dat beeld van de beeldhouwer Kolbe. En dan zeg je, dat is ook helemaal, Dageraad heet dat beeld, Dageraad. Maar het is ook uitdenken dat vanuit het perspectief van het paviljoen, het is een absoluut abstract gebouw, hè? Denk, het bestaat bij een geometrische eenvoud. Dan lijkt het ook bijna te roepen om uitdenken een tegendeel, namelijk uitdenken herkenbare figuratie. Je zou ook niet willen, tenminste, hè, uitdenken, je zou hier niet willen dat uitdenken, het beeldhouwwerk wat daar zou staan, het van dezelfde geometrische gedaante zou zijn als uitdenken het gebouw. Want dan zou er net eerder een symbiose ontstaan. En nu ontstaat er een aantrekkelijke, je ziet ook waar het staat. En dat staat niet uit, denk je, wij, ik, hè, zou denken, ik zet het mooi in het midden. Dat geldt dus niet alleen voor de glazen platen hier, maar dat geldt ook voor dat beeldhouwwerk. Dat staat uit, denk in de hoek. Als uit, denk zeg maar, een soort apotheose van je tocht. Hè. Je bent uit, denk doorheen geslingerd. En het eindpunt van de route is hier. En hier kun je alleen maar, als je hier staat, naar weer terugkeren op je schreden. Dan moet je linksaf om denk, volgens, nou, uit het paviljoen te komen. Dus dat uitdenken maakt uit. Ja, dat levert dus uit, denk ik, ja. Nou ja, goed, je ziet wel. Uitdenken levert dus een stevier prachtige fotomoment op. Ik haal het er even af. Kijk, dat beeld staat dus hier van Kolbe. Hè? En dan lopen we zo weer, het paviljoen uit. En dan loop je, wat een deceptie. Hè? Dan loop je dus het Spaanse dorp uitdenk naar binnen. En volgens mij denk, draai je bij de eerste blik al meteen gillend om meteen, oh, weer terug naar... Dat was ook wel een beetje de intentie van denk, van de Roo. Niet zozeer dat je nou ja, niet naar het Spaanse dorp, maar hij begreep dit wel als denk, naar een plek waar je als hè, zo'n tentoonstelling enorm hoeveelheid indrukken. Denk, allemaal denk, zaken die denk, om de aandacht hebben gevraagd. En dan moest dat paviljoen ook wel een beetje denk, fungeren als een soort rustpunt. Even denk, zeg maar, op adem komen, even denk, zeg maar... Nou, we lopen er even omheen. Ja, denk, wel, dat spiegelen blijft dus het thema. Hè? Kijk, je kunt misschien roepen, denk, ja, dat komt door de foto. Dat klopt wel. Hè? Die foto die wil dat ook wel nadrukkelijk maken. Maar als jij, als jullie hier zouden staan, zou je dezelfde foto maken. Want die spiegeling die is uitdenken, zeg maar, niet afhankelijk van het moment. Dat keert op alle plekken steeds weer uitdenken terug. En vertel hier maar eens hè, waar je dan bent. Want dat heb je ook gezien. Ik keer maar even terug. Kijk, het dak of de dakplaat, die loopt net zo ver door als uitdenken de vloerplaat. Dus dat is niet uitdenken. Je bent hier eigenlijk nog steeds, nou, als je hier staat, ben je nog steeds binnen. Want je hebt nog uitdenken dat dak boven je. En daarachter, ik moet het even laten zien. Kijk daarachter, kijk hier op deze plek. Hè? Uitdenken, dit is binnen, dat is ja, moeilijk hè? Uitdenken, om dat van elkaar nog maar te onderscheiden. Wat is binnen, wat is buiten? En dan uitdenken, nou, lopen we even door. Hè? Komen we weer terug bij die onyxwand. Daar heb je dat gordijn. Hè? Dus Lili Reich is hier mede uitdenken verantwoordelijk. Hè? Zij is net degene die dat introduceert. Hè? Dat is een samenspraak tussen die twee. Je hebt tot 37 uitdenken meer dan alleen maar een werkelijke relatie gehad, als je dat nog mocht uitdenken. Ja, dit is hem aan de andere kant. Hè? Nou, dan lopen we er even omheen. Dan komen we uitdenken, zeg maar, en kijk, dit is het een beetje. Dan heb je die twee deurschijven. Ik denk, zijn eigenlijk net gewoon platen. Maar dan laat hij de een laat hij weer hier, denk net, zeg maar, op die naad aankomen. En op de andere plek, Jan, dan, ja, dat zie je ook wel, steekt er net. En daardoor wordt dat ding ook een onafhankelijkheid. Dan wordt het, denk daarmee ook zichtbaar, kijk. Dat is eigenlijk een heel complex verhaal. Uitdenken aanvaardt het als heel eenvoudig. Hè? Je kent uitdenken, de uitspraak van uitdenken van Mies van der Rohe is less is more. Hè? Ik vind het al een beetje moeilijk. Uitdenken, als je naar dit kijkt, nou, is het nou uitdenken, puur alleen maar less? Aan de andere kant daartegen grossiert hij met de onyx, met graniet, met uitdenken, grossiert hij ook makkelijk in heel veel, in more. Hè? Nou, dit is uitdenken even zo'n... Nou, lopen even door, uitdenken, dus via de ja, dit was dus binnen die lampion, hè, of beter de verlichtingen, kan van boven. Je ziet nu hoe spiegeling, uitdenken, voortdurend uitdenken, de ruimtelijkheid aan het verlengen is. En dat is, uitdenken, de kwaliteit van spiegeling. En dan komen we, uitdenken, dit is de annex. Dat is nu, uitdenken, zeg maar, de bookshop, of weet ik wat, hè. Daar zit, uitdenken, de conciërge. Nou, dan komen we, uitdenken, ik vind dat misschien nog het mooiste moment om even aan te kunnen wijzen. Ja, net fout. Maar ik denk omgekeerd net goed. Want ja, dat is het wel. Hè? Ik bedoel, dat hij dat ritme van het bankje niet het ritme laat zijn. Dit zou, ik denk, dat, dit zou te makkelijk worden. Als alle naden de richting zouden geven van de plaatsing van de elementen. En nu, ik bedoel, dat is, ik zou zeggen, ik denk toch zijn meesterschap. Dat hij, oog heeft voor, de mogelijkheden van, de dissonant. Hè? Voor, oog heeft voor de tegenstelling in plaats van de... Gemakkelijke, gemakkelijke eenheid. Nou, dat hebben we, ik denk dat, ja,
Nou, dan hebben we nog één ding natuurlijk net nog niet gedaan. En dat is even uitdenken, zeg maar, dit nog uitdenken. Kijk, dat door laten lopen van uitdenken, die omlijsting, dat is net genoeg om toch hier te willen praten over uitdenken, over binnenruimte is een te groot woord, hè. Maar je merkt wel, hier ben je binnen. En als je hier staat, en denk ook omdat het dak daar doorsteekt, dan wordt het denk, ervaren van binnen nog veel groter. Dus eigenlijk een rudimentair, een voorbeeld hoe je met heel weinig middelen ruimte kunt definiëren. Hoe je denk, plekken kunt denk, creëren. Ja. Goed. Ja, kan ik denk ook wel mooi. Hè? Dat travertijn heeft natuurlijk een enorme grilligheid in zich, hè. En dan staat er uiteindelijk de organisatie met denk, allemaal afgemeten platen staat daar tegenover. Er komt ook deze voorbij, even kijken. Ja, dat is een blaadje. Kon gewoon niet laten. Ja, kon gewoon niet laten. Ja, ja, dat is wel mooi, hè? Maar goed. Dan hebben we dat denk ik benoemd. Dus denk, zeg maar rustig, hier ligt de blauwdruk voor. Denk, dat we hebben die tekening van denk, het Le Corbusier ooit bekeken. Weet je wel, van dat paviljoen uit 1916. Hè? Het paviljoen uit met zo'n domino, hè. En dan zou je zeggen, denk, Le Corbusier denk, doet het niet, maar Van der Rohe maakt daarentegen dat iets waarvan je zegt, dat is als het ware denk, de dimensionalisering van die ruimtelijkheidsidee, die denk, dat hij ook Le Corbusier zo duidelijk had omarmde. En we willen natuurlijk weten, hoe gaat dat dan? Als een Van der Rohe de kans krijgt nou, om te bouwen in concrete zijn huis, ja, dan kom je automatisch bij de Villa Tugendhat, kom je uit. En dat is denk, ook 1929, in dezelfde periode, bouwt hij denk, in Brno bouwt hij denk, deze woning. En velen willen dit begrijpen als een soort denk, zeg maar, concretisering, of beter gezegd een huis, wat zijn bestaan te danken heeft aan de gedachtenwereld van het Barcelona-paviljoen. Hier vind je wel een slaapkamer, hier vind je wel een badkamer, hier vind je wel een woonkamer. Hier zijn dus alle praktische zaken aanwezig. En aan de andere kant daarentegen, zeker als je beneden bent, dan zul je denk, toch het aha-erlevenis hebben denk, van een Barcelona-paviljoen. Alleen dan met uitdenken, zeg maar, de middelen uitdenken van inrichtingen die het bruikbaar maken. Het is een op het oog in eerste instantie obscuur gebouw. Je herkent in zijn langgerektheid wel iets van uitdenken het Barcelona-paviljoen, waar we net zijn uitdenken geweest. Het staat uitdenken in Brno, dat is uitdenken uit Tsjechië, niet zo ver van Praag. Het is altijd een nieuwsgierigheid naar hoe kan nou uitdenken dat een Van der Rohe denk, in Brno terechtkomen. Nou, dat was bij hem ook wel een beetje. Hij heeft zich op het hoofd gekrapt. Heeft nu ook vanuit Berlijn gekeken en dacht, jee zeg. Als ik die opdracht aanvaard in Brno, dan moet ik dus elke keer op en neer naar Brno rijden. Om denk, dat huis denk, te gaan kijken. En denk, in een zekere zin, denk, roepen we rustig, is de afstand ook wel een oorzaak waarom hij heeft het maar één keer gezien. Dat is ook wel opmerkelijk. Hij heeft de bouwplaats gezien. Hij heeft uiteindelijk, dat de familie Tugendhat heeft hij uiteindelijk leren kennen. Uiteindelijk notabene, dat Weissenhof is daar de aanleiding voor. Dus deze mensen kwamen uiteindelijk vanuit Brno naar Weissenhof. Maakten daar kennis met Van der Rohe. Hadden toen al het besluit dat hij de architect moest worden. Hebben toen geroepen, dat zou je voor ons een huis willen bouwen. Toen werd die afstand wel een bezwaarlijkheid. Maar toen Van der Rohe toch ging kijken, toen werd hij meteen overtuigd. En waarom? Het is eigenlijk dezelfde situatie in Guben. Het huis bood de mogelijkheid, het kon op de berg worden gebouwd. Dus het uitzicht was al per definitie indrukwekkend. Dit is hem. Dan moet ik meteen ook in, dit is het uitzicht. Nou, dan begrijp je ook wel dat voor een architect iets is wat je moeilijk kunt laten liggen. En een belangrijkheid is dat het gezin is progressief. Dus is ontvankelijk voor het moderne. Dat is dus wat minder dan bij die twee directeuren uit Kreeveld. En die bezwaren gingen maken omdat er geen deuren waren. Deze twee jonge mensen hebben wel met graagte Van der Rohe omarmd. En hebben ook inderdaad min of meer carte blanche gegeven. Kleine aanpassing boven op de verdieping. Was dat zij wel heel graag een verbintenis wilden tussen de slaapkamer en de kinderkamer. Dat was een beetje, dat is marginaal. En een tweede eis van het echtpaar was dat ze in die slaapverdieping, dus eigenlijk net, zeg maar, de bovenverdieping, maar vanuit de straat keken, de begaande grond, hè, een beetje ingewikkeld geformuleerd, maar je begrijpt, het is een huis wat afdaalt, wat betreft de berg, dat ze daar geen kolommen wilden. Dus zoals we het in het Barcelona-paviljoen tegenkwamen, een beetje zo'n kolom midden in de ruimte. Daar had Van der Rohe eigenlijk het plan om dat te doen. Het is beneden wel gebeurd, maar boven daarentegen zijn de kolommen een onderdeel geworden van de muur.
Goed, dat is eigenlijk dat zeg maar de enige aanpassing. Voor de rest kon Van der Rohe hier doen wat hij uitdenkt en wat hij wil. En natuurlijk is het meteen duidelijk ja, dat het uitzicht uitdenkt hier uitdenkt de hoofdrol mocht hebben. Hè. Als je naar, kijkt naar de, ja, wat dus nu uitdenkt de begaande grond is. Hè. Als je aan de straat staat, dan is dit datgene wat je ziet. Hè. Maar als je hier bent, dan heeft natuurlijk in het huis een, ja, een soort souterrain-achtige uitdenkt naar het onderbouw. En die is volledig van glas. Dus dat uitdenken, zeg maar, uitdenken ook meteen gericht op het mooiste uitzicht. En uitdenk, alwel, uitdenk, als je hier helemaal naar rechts zou kijken, echt helemaal naar rechts zou kijken, of dus naar, als je in de woning staat helemaal naar links, dan zou je uitdenken fabrieksgebouwen uitdenken zien. En Van der Rohe heeft hier, op deze plek, heeft hij een grote uitdenkkas gerealiseerd. En die is dus helemaal gevuld met planten. Toch een beetje het zicht op die fabrieken die je daar zou zien, of ziet, uitdenken aan het zicht onttrok. Maar goed, dat maar even uitdenken zijn. Even uitdenken de plattegrond van de woning. Dit is dus uitdenken, zeg maar, dit is de woonkamer met hier de eet en daar de zithoek. Een illustratie van, het is een staal skeletbouw. En hier staat uitdenken met Herman Jong, uitdenken naar de architecten plekken. Van der Rohe is dus één keer geweest, heeft één keer gekeken. En deze foto is dan ook meteen uitdenken de eerste en de laatste keer dat hij daar uitdenkt. Moet wel, dat is bijna tragisch, hè? Dat je uitdenken, dat huis is nu een icoon voor zijn architectuur, of van zijn architectuur. En hij is maar één keer geweest. En heeft het daarna ook nooit meer gezien. Nooit meer teruggezien. Nooit meer gezien wat er geworden is. Uitdenken, dat heeft uitdenken ook niet gezien dat de bewoners toch net kleine aanpassingen hadden uitdenken dat gedaan. Hè, en daar, omwille van praktische. Maar goed, we gaan even kijken. Garage rechterzijde. Links uitdenken de toegang tot de woning. Dat doet hij dus zo. Hè. Je komt dus binnen. Dit is de achterkant. Dan zie je ook dat het asymmetrische uitdenken. De plek is bepalend voor de organisatie van de ruimte. Eigenlijk zeg je als je uitdenken naar boven binnenkomt, dat je net als in het Barcelona paviljoen, dan moet je een soort slinger maken. En die slinger is hier veel meer, ja, zeg maar, illustratief voor de plek. Want uitdenken, zou je deze berg aflopen, dan zou je ook niet recht naar beneden, maar dan zou je ook een beetje slingerend uitdenken afdalen. En het huis is als het ware een soort concretisering van uitdenken die route. Dus uitdenken naar de keer nog even terug voor alle zekerheid. Hè? Dus je komt dan, voor alle zekerheid, sorry. Je komt er zo aan, dan loop je naar binnen en dan moet je beneden nog weer een lus maken om tenslotte uitdenken te komen bij de glazen apotheose. En die ligt hier. Hè? Dit is eigenlijk net, zeg maar, die hoek waar we tegenaan keken, waar alles van glas is. Uitdenken, en dat is op deze plek. En je kunt vanuit het huis natuurlijk, zeg maar, je route weer voortzetten door uitdenken deze trap te nemen en dan het park in te lopen. Nou, even uitdenken, zeg maar, hè? Dit is ongekend. Dit heeft zijn weerga op dat moment niet. Helemaal van glas. Dus ik denk een totale doorzichtigheid. Nou, lopen even, denk garage. Ik denk dat ook nog wel bijzonder uitdenken is er, denk ik, bij ons een gedachte. Je kunt hier maar zo naar binnen lopen. Dat klopt, tot op een bepaalde hoogte. Dit is, denk ik, meteen de inkom hierachter. Ik denk al een beetje onzichtbaar door dat melkglas. Hè. Ik denk, je weet niet precies waar je terechtkomt. Je moet ook om de hoek om, denk ik, zeg maar, bij de voordeur te komen. Dat is ook een mooi middel om, denk ik, al... En dan, denk ik, zou je roepen, denk als je dan door zou lopen... En dat betekent dat dat kan, hè. Je kunt hier onderdoor lopen. Dan kom je, denk ik, op het balkon uit. Ja, als je niet genodigd bent, dan, denk ik, liep je daardoor, denk ik, zeg maar... een beam... Een straal, ik weet eigenlijk niet hoe goed je denkt dat dat moet, een foto-elektrische cel, laat ik het zo maar beschrijven. En dan ging het alarm af. Dus in die zin, de openheid van de woning is wel, zeg maar, indrukwekkend. Maar er werd ook wel gedacht over, veiligheid. En het toegankelijke werd, voor een deel ook beperkt. Kijk, je kunt ze hier doorlopen en dat werd bewaakt door, twee foto-elektrische cellen. Maar dit is de route die wij nemen. We komen, hier in de hal. Dus om de hoek heen, om de bocht heen. Je ziet deuren tot aan het plafond, zoals er net ook in Krefeld al aanwijsbaar was. Dit is die toegang. Dan loop je naar beneden. En dan kom je dat metaalwerk van Van der Rohe. Dat laat zich de juwelier wel zien, die ook wel een beetje is. Hè? Dat materiaalgebruik van hem. En dan belanden we dus op de begaande grond. Dat is dus niet het goede woord. Belanden we in het souterrain. En dan komen we hier naar buiten, of naar beneden. Ja, en dan ben je eigenlijk, zeg maar, in een organisatie van de ruimte die uitdenkt naar, zoals het Barcelona paviljoen. Staat hier andermaal weer een onyxwand hier. Dit is Makassar, uitdenkt naar een houten wand.
dingen die de eethoek definieert. Maar eigenlijk zijn het alleen maar middelen, eenvoudige middelen om een ruimte een beetje te definiëren, zonder dat het echt een kamer wordt. Ik laat het even zien. Uitdenken, je komt hier naar beneden, dat is het zicht erop. En dan met name ook hier, nog meer dan in het Barcelona paviljoen, spelen gordijnen een hele belangrijke rol. Dus dat uitdenken, zeg maar, nou ja, vooral als een beetje dicht doen of open doen, uitdenken. Dat, ja, het was hier wel uitdenken, een middel om ook intimiteit te genereren. Ja, want uitdenken, en aan zich was het een hele open ruimte. En dan uitdenken, meteen maar even uitdenken, roepen, wat was het favoriete plekje van uitdenken van de Tugendhats? Dat was dit hoekje hier. Dit was het favoriete plekje. En ja, daarom bijzonder, omdat alles denk ik, zo open en zo vrij. Maar ze toch denk, de voorkeur gaven aan een cozy corner. En die ligt achter de vleugel. En de vleugel staat hier op deze plek. En dus dit het knusse hoekje. En nog knusser wordt het denk ik, in dit hoekje hier. Ja, dus hebben zich eigenlijk heel opmerkelijk. Als je daar ter plekke bent, hè, dan ligt als het ware denk, het hele landschap. Ligt, denk, die, dat park daar denk, ligt helemaal voor je open. En toch, ik denk, als ze privé waren, als ze ontvingen, dan deden ze natuurlijk andere dingen, maar als ze privé waren, ja, dan trokken ze zich, ik denk, het liefst terug, ik denk, op deze plek. Dus in weerwil eigenlijk tot het huis, wat zo... Maar goed, dat is, ik denk, natuurlijk net de aankleding met alle, ik denk, hout en warmte is ook net illustratief. Dan is dit, ik denk, dat is deze wand. We kijken het als het ware tussendoor, hè. Ik heb daar geen foto van, dat vind ik op zich wel jammer. Want dit is een onyx schijf, hè. En als de zon ondergaat, dan gaat die uiteindelijk echt onder, uiteindelijk net, dus dit is uiteindelijk echt richting westen. Hè? En dan uiteindelijk is die schijf zo uiteindelijk dun, dat de zon er doorheen uiteindelijk komt. Dus dan vind je uiteindelijk op die onyxwand aan deze kant, ja, dan wordt die wand als het ware uiteindelijk aangestraald of opgelicht. Of uiteindelijk, hè? Dat kun je wel uiteindelijk iets mee voorstellen. Ja, dit is hem. Dit is hem. Met dus uiteindelijk toch de Barcelona-stoel, uiteindelijk in ieder geval aan de rechterkant. Hier een variatie met armleuning. Dit is eigenlijk de plek van ontvangst. En heeft hij weer, ik denk dat, weer figuratieve beeldhouwkunst. Natuurlijk net als een mooi, ik denk dat, tegen. Maar hier staan dus al die kolommen, hè, die we net ook al, ik denk, tegenkwamen. Dit is die hoek. Of beter gezegd, ik denk dat, de plek waar gegeten kan worden. Maar het meest indrukwekkende is vooral, ik denk, die ongelooflijke openheid. Die nog indrukwekkender, nog opener kan dan je uiteindelijk dat hier ziet. Want dit, wat hier staat, deze glasschijven, kunnen allemaal in de bodem zinken. Dus het kan in zijn totaliteit ook echt open. En het mooie is dat daarvoor, ik denk, voordat hè, alles kan hè, dus naar beneden zakken. En daar heb je dus net een paar knopjes voor, waarmee je dat kunt doen. Dus daar heb je niet, denk, hoef je niet, denk zelf, denk nee. Dat is een kwestie van even, denk, het aan- of uitschakelen, dan gaat alles. Nu tegenwoordig is dat niet meer, hè, dat je denkt van ja, het is nog bijzonder. Maar ik denk, voordat, maar kijk, dit zijn wel kleine vondsten, hè, of kleine vondsten, dat ken je misschien ook wel van later. Maar dat bij zo'n schakelaar uiteindelijk zo'n glazen plaatje. Om te voorkomen dat je met je hand naar over de muur gaat. Dat zijn allemaal van die hele kleine dingetjes. Hè? Duiken we even uiteindelijk zeg maar, dus de kelder in. Dan staat hier dus de machinerie die uiteindelijk dat dus uiteindelijk mogelijk maakt. En die alles dus naar beneden brengt. Dan heeft uiteindelijk Van der Rohe dat uiteindelijk natuurlijk gewild en gewenst. Uiteindelijk volledig glas willen laten zijn. Maar dat mocht niet. Je mocht niet uiteindelijk zeg maar, alleen maar zo'n glasplaat. De angst was eigenlijk dat, denk, dat je er doorheen zou lopen. Dus je moest denk, niet bij denk, alleen hè, open, maar ook gesloten. Moest, denk, en dit was dan zijn idee om denk, te voorkomen dat je denk, zeg maar, blindelings denk, tegen die denk, het glaswand aan zou lopen. Of omgekeerd zelfs blindelings zo het huis zou uitlopen. Dat was dan een, denk, meteen een mooi middel. Dit is verwarming. En dat zorgt ervoor dat denk, de glasplaten denk, dat, gevrijwaardigd van net condens. Dan kun je ook wel voorstellen dat, hè, bedoel, het zou natuurlijk net niks vreselijker zijn dan denk, in zo'n open ruimte met alleen maar glas, denk, dan condens op je muur. Maar denk, de Tugendhats hadden denk, het kinderen. En die bedachten, denk, maar dat heeft Mies van der Rohe misschien wel nooit geweten of pas later gehoord. Die hebben deze leuning hebben die, denk, aangebracht. Dus denk, dat de familie zelf, omwille van denk, toch het gevaar dat hun kleine kinderen denken dat ze er overheen zouden vallen. Maar dat is maar even denken zijn. Maar het ziet er denk toch een beetje. Kees van der Rohe had eigenlijk gewild dat het helemaal van glas zou zijn. Gewoon echt alleen maar van glas. En niet met dit soort denken, zeg maar, interventies om dingetjes te voorkomen. Ja, moet je wel voorstellen, denk hoe het. Hè? Ik bedoel, nu is het gelukkig weer zoals het was. Wat is dit allemaal geweest? Nou, ik denk op zijn minst uitdenken hebben hier, hoe heet dat? Militairen natuurlijk in het huis gehouden, sowieso. Hè? Het is ook nog wel, denk ik, een kinderdagverblijf geweest, ook nog. Ja, ook wel een net leuke Brno, hè.
Dan zit het nu in andere tijden, met andere functies. En nu is het weer helemaal, ik denk, in volle glorie hersteld. Nou, er zitten wat vakantietipjes in, hè, in deze les. Hè, dat je nou, wow. Naar Kreeveld, nou ja, dat is nog dichtbij. En naar Brno, ik denk net, hoe dan ook. Ja, nee, het is een museum, hè. Dus ik denk, ja, nee, zeker. Ja, van tevoren wel even bespreken. Want de belangstelling is groot. En het aantal mensen wat ze toelaten is net heel erg beperkt. Ook wel een beetje omdat, ja, begrijp je al, ik denk meubilair. En, ja, je wilt het niet weten, maar ze gaan mensen dan bijvoorbeeld denk, gaan gewoon zitten. En, pakken ze even iets op, doen de gordijnen zelf dicht. En, denk, dus, ja. Ja, het lijkt me lastig tegenwoordig net om dit soort dingen uit te baten. Maar ja, het gebeurt allemaal. Er zijn gelukkig net geen mensen die de filterstift pakken en op de muur nog even vertellen van hier was ik. Of, ja. Nou, goed, tot volgende week. Jan, ik schrijf hem even een beetje. Ja. Zo, Hans, ja, tot volgende week, hè? Wat ook spannend is, wat voor weer is het volgende week? Ja, toch? Waarschijnlijk regen. Nou, ja. Ik weet niet, ja, ik hoop steeds op het net op steeds beter en beter. Ja. Nou, afgelopen zondag was goed, hè? Prognose is beter. Ja. Maar er zijn mensen die verwachten bij deze cursus niets anders dan tot begin tot eind regen. Aha. Hoort er een beetje bij. Oké. Er worden al grappen over gemaakt zelfs. Zo. Ja, ze zijn al teleurgesteld als de zon. Het is weer maandag, ja. Het regent weer. Suzanne. Dankjewel. Ja. Goeie reden om eens een keer. Ben je er al een keer geweest? Of, Ja, Brno ben ik nog nooit geweest. Nee? Nee. Ja. Maar het is wel een idee om eens in te gaan. Ja, het is een mooie stad ook. Ja? Ja, echt een mooie stad. Ja, tenminste omdat ze, ik denk net, dat was ook de reden waarom wij gemotiveerd raakten. Ja. Ik denk niet alleen, natuurlijk een leuk, gezellig echtpaar wat helemaal gaat voor zijn idee, maar ze hebben... kort daarvoor heeft de werkbond daar een beetje Wijzenhoofd gelijk werkje gebouwd. Ja. En er staat een enorm groot tentoonstellingsgebouw, wat ook Van der Rohe enorm kon inspireren, omdat het zo modern was. Ja. Dus Brno is een leuke stad. Ik denk, we hebben vrienden in Tsjechië. Dus een mooie... Nou, dan zou ik zeggen, het is een heel... Ja. Ja, toch? Ja, nee, zeker. Zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hé, hey, hoi. Ja, tot ziens. Tot volgende week weer, hè. Oh ja, hoe gaat het met... Met mij gaat het ook goed. Ja? Ik weet sinds deze week eindelijk dat ik geen groot... dat het niet heel erg met mijn hart gegaan is. Nee, dus, nee. Er is een beschadiging, maar niet heel... Je hoeft verder niet ingegrepen te worden of zo? Nee. Okay. Maar het is wel iets om ik heb in de gaten te houden, hè? Ja, maar ik mag alles. Dus okay. Het enige waar ik last van heb, is die beta-blokken. Die beta-blokken maakt dat ik dit heb, terwijl ik vanaf mijn geboorte dit heb. Dus dat is, dat is voor mij. Dat is wel een gekke ervaring dan. Ja, dat is niet fijn. Nee. Maar ja, ook niet. Ja. Ik ben blij dat ik er nog ben. En dat bedoel ik eigenlijk, dat je er toch wel van gaat schrikken. Ja, ik heb gelukkig. Ik zou toch wel een tijdje naar het... Nee, dat doe ik wel. Oké, helemaal goed. Ja, helemaal goed. Ja. Okay, goed, hey, tot volgende week, hè. Dames, tot volgende week. Ja. Goed. En, jullie zijn natuurlijk hier, hè. En ook jullie, uiteindelijk net. Ik weet niet hoe laat het is in de tussentijd. Nou ja, ik zie het al wel. Ook voor jullie net een... ik weet niet of je uiteindelijk ooit in Brno bent geweest of in Barcelona. Hè. Ik bedoel, mocht dat niet zo zijn, dan zou ik bijna zeggen, dit is wel... dit is een goede reden om die richting uit te gaan. Absoluut net indrukwekkend. Kan ik je nu al, kan ik je nu al verzekeren. Vanaf deze plek in ieder geval, alvast weer een hele fijne week. En wat mij betreft in ieder geval de hoop dat de regen uiteindelijk langs de deur uitgaat. Want er gaat al een beetje een soort grapje rond. Dat de lessen van deze cursus net eigenlijk altijd wel worden bepaald door regenval. Nou, ik zeg gewoon onzin. Hè. Volgende week schijnt
Dan schijnt de zon. Wat een belofte. Goed, vanaf deze plek in ieder geval een fijne tijd en tot de volgende. Tot ziens.